Ik verzoek de griffier de getuigen binnen te leiden. Goedemiddag iedereen. Ik open deze vergadering. En aan de orde is het openbaar verhoor van de heer Boot. Meneer Boot, goedemiddag. Goedemiddag. En welkom namens onze parlementaire enquêtecommissie woningcoöperaties. Onze commissie doet onderzoek naar opzet en ook werking van het hele stelsel van coöperaties. We kijken daarbij ook naar incidenten die plaatsvinden, om dat stelsel te kunnen doorgronden. En we willen erachter komen wat er nou is gebeurd en hoe dat kon gebeuren en wie daarvoor verantwoordelijk zijn. En vandaag, meneer Boot, houden wij ons onder andere bezig met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, het WSW, dat wij vaak tegenkomen in ons onderzoek en als borgingsinstituut een belangrijke financiële rol speelt in de sector. Nou, in dit verband, meneer Boot, wordt u zelf gehoord als getuige en het verhoor vindt plaats onder ede. U heeft ervoor gekozen de belofte af te leggen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen, als u even opstaat. En mij nazegt, dat beloof ik. Dat beloof ik. U staat onder ede. Neemt u plaats, meneer Boot. De microfoon graag aan. Laat staan dit hele verhoor, dan komt dat dik in orde. Wij gaan direct beginnen met het verhoor. Er zijn een paar leden van onze commissie die hebben vragen aan u. En het woord is daarom aan de heer Groot. Ja, dank u wel, voorzitter. Welkom, heer Boot. U was van het jaar 2000 tot 2012 lid van de Raad van Commissarissen van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. De commissie heeft vragen aan u over de taakopvatting en de koers van het Waarborgfonds en de discussies die daarover zijn gevoerd in de Raad van Commissarissen. Naast dat u lid was van de Raad van Commissarissen, bent u ook hoogleraar ondernemersfinanciering en bent u ook commissaris geweest bij een woningbouwvereniging, de KEI. Om die reden hebben we ook vragen aan u over het functioneren van het stelsel meer in zijn algemeenheid. Maar we beginnen bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Ja, een eerste vraag. Wat is in uw ogen de taak van het Waarborgfonds? Kijk, kunt u daar kort op reflecteren? Ja. Kijk, het Waarborgfonds bestaat om de financiering van de sector, de volkshuisvestingssector, te faciliteren. En daartoe heeft ze een instrument en het instrument is de borging. En dat betekent dat linksom of rechtsom onder overheidsgarantie woningcoöperaties geld kunnen aantrekken. En hiertoe moet zij WSW in de gaten houden dat deze corporaties van deze faciliteit geen misbruik maken. Dus dat zij voldoende op hun risico's letten. Waardoor, en dat betekent voor het Waarborgfonds dat zij de borgingsruimte bepaalt in technisch jargon. Hoeveel kan er gegarandeerd worden door de staat zonder dat de staat in wezen risico loopt op die betreffende woningcoöperaties. En de WSW is er om dat in de gaten te houden. Goed, en u zegt positioneer dan toch het WSW meer als een toezichthouder dan als een dienstverlener voor de sector. Hoor ik dat goed? Ja, dat hoort u heel goed. Maar hier ziet u ook precies de hele klem waar WSW de sector in zit. Ik beschouw het WSW primair als een toezichthouder. Toezichthouder in de betekenis van er wordt borgingsruimte, dus die garantie verstrekt. En die garantie die moet verantwoord verstrekt worden. En daartoe moeten corporaties informatie aanleveren. En de WSW moet erop letten dat de corporaties niet te ver of niet uit de pas lopen. Ik noem dat toezicht. Anderen kunnen daar semantisch een andere naam aan geven. Maar ik beschouw het gewoon toezicht. Ja. En de klem is
dat het instituut WSW is opgezet als van en voor de sector. En daar ziet u meteen het tweede deel van die opmerking in, dat er een suggestie in zit, een hele duidelijke suggestie, van alsof het WSW ook een dienstverlener voor de sector is. En in strikte zin is ze dat. Zij moet de financiering faciliteren van de sector. Dat klinkt als dienstverlening. Maar als je te ver gaat in je dienstverlening, dan ondermijn je je rol als toezichthouder. Ja, het is wel opmerkelijk om dit te constateren, dit verschil in taakopvatting. Want we hebben vanochtend uw voormalige collega, de heer Van Dam, gesproken. En die zegt nadrukkelijk dat het WSW geen toezichthouder is. Ja, dit is dan ook precies de semantische kwestie. En natuurlijk is uiteindelijk natuurlijk meer dan semantisch, hè, want het heeft invloed op het functioneren van het instituut en functioneren van de sector als geheel. Het WSW is door de sector opgezet. Het is van en voor de sector. EDES, de brancheorganisatie, de belangenvertegenwoordiger, zoals u wilt, van de sector, had ook twee voordrachtsrechten voor commissaris van het WSW. Dus het werd geacht van en voor de sector te zijn. En dan is het ook op zich wel legitiem dat je hier een accentverschil krijgt tussen iemand, Marcel van Dam, die buitengewoon legitiem vanuit het volkshuisvestelijk belang zegt dat het WSW moet staan voor de bevordering van de volkshuisvesting in Nederland in brede zin. En dat betekent dat we geen ghetto's willen. Dat betekent dat we een redelijk brede taakopvatting willen hebben van woningcorporaties, waardoor de kwaliteit van wijken, de kwaliteit van steden wordt bevorderd ten behoeve van de volkshuisvesting. En als je dat dan vertaalt naar WSW, dan krijg je daar brede volkshuisvestelijke discussies die parallel lopen aan de misschien toch wel politieagentrol, namelijk er even voor zorgen dat die corporaties niet uit de pas lopen, want er wordt geborgd en die borging is afhankelijk van naleving van regels. Ja, kan ik dan in dit stadium, want we komen nog wel op dit onderwerp terug, kan ik dan toch vaststellen dat de taakopvatting van het WSW dat toch een enigszins diffuus karakter heeft? Het heeft per definitie, zoals iedereen op dit moment zich realiseert... En dan heb je het ook over de financiële sector in het algemeen. Mag er niet meer meegedacht worden met de sector, maar moet er nadrukkelijk toezicht gehouden worden? En dat speelt ook in de taakopvatting van WSW. Dus de maatschappelijke opvattingen, de opvattingen van het kabinet, de opvattingen van beleidsbepalers, hebben een majeure draai gemaakt naar het uitoefenen van het toezicht wat centraal moet staan. Ook daar komen we nog even terug. Misschien nog om de verwarring nog groter te maken. Het Waarborgfonds beoordeelt de kredietwaardigheid van corporaties, borgt ook de leningen die corporaties aantrekken. Dat lijkt ook een beetje op een bankaire activiteit, want dit is wat banken ook doen. Nou, kijk, daar ben ik echt. Op zich ben ik het daar niet mee eens. Kijk, dat er aspecten in de taak zijn die overeenkomen met wat een bank doet in het beoordelen van de kredietruimte van een bedrijf. Of dat bedrijf wel een krediet krijgt, absoluut. Maar er is één onvoorstelbaar groot verschil. En dat grote verschil is dat een bank, en dat hebben we ook in de financiële crisis gezien, die heeft een bepaalde missie voor zichzelf die niet parallel loopt met de belangen van de BV Nederland, om het zacht uit te drukken. Het WSW en andere toezichthouders op de corporatiesector hebben alleen maar belangen die parallel lopen met de BV Nederland. Er kan ook geen winstuitkering zijn. Mm-hmm. Er kan op zich, en de toezichthouders is absoluut geen zelfverrijking mogelijk. Dus de hele notie dat het WSW vergeleken kan worden met een bank is dus onjuist vanuit het perspectief van de doelstelling van de organisatie zelf. Ja, de missie is natuurlijk een hele andere. Ja. Tegelijkertijd zie je wel dat als het WSW borging verleent, na een analyse van de woningcorporatie, dat dan vervolgens de sectorbanken geen afzonderlijke risicoanalyse meer doen op corporaties. Dus als het ware, het WSW neemt wel een deel van het werk wat normaal een bank doet, de banken uit handen. Ja. Is dat een probleem? Wat vindt u daarvan?
Het is een hele moeilijke vraag, omdat het onvoorstelbaar veel dimensies heeft. De woningcorporatiesector bestaat bij gratie uiteindelijk van de overheid. Het is de overheid die het volkshuisvestingbeleid vaststelt. Het is de overheid die de speelruimte vaststelt, et cetera. Dat betekent dat je als financiële speler heel lastig op zichzelf risico kunt nemen op die sector, omdat een overheid elke dag, even heel kort door de bocht gezegd, de spelregels zou kunnen veranderen. De corporatiesector kan goedkoop lenen vanwege de borgstelling van het WSW, maar het WSW moet daar verantwoord mee omgaan. En verantwoord, dat betekent dat je eigenlijk ver van de grenzen af moet blijven. Want het WSW is eigenlijk een soort knipperlicht. Hè? Het is of rood of groen. Je krijgt het of niet. Er wordt ook geen differentiatie gemaakt in de kosten van het ter beschikking stellen van de borgingsruimte, van de garantie, omdat het een ja-nee vraag is. Dat betekent dat je ver van de grenzen af moet blijven. En de WSW heeft bepaald dat deze corporatie ruim binnen de grenzen zit en derhalve dat het zonder risico en wezen gefinancierd kan worden. Ja. Ja? En dan zit je in het veilig gebied. En dat betekent dat financiële instellingen vervolgens in wezen weinig hoeven te doen. Maar laten we eerlijk zijn, de financiële instellingen, dat zijn in dit geval, hebben we het van 98% ook weer over de overheid. Hè? Het zijn overheidsbanken, Nederlandse gemeente en waterschapsbanken. We zien later ook, en zeker als het afgeleide product betreft, dat ook andere banken in beeld komt. Ja. Maar is het niet toch een probleem dat in feite, doordat het WSW de risicobeoordeling doet, dat die verantwoordelijkheid bij banken eigenlijk om te vervallen, omdat daar geen risico meer. Ja, leidt dat niet tot een tot risico's, tot zelfs misschien een systeemrisico? Ja, één deel van het antwoord is al dat het WSW er dus voor moet zorgen dat corporaties ver van de grenzen wegblijven. Dus op basis van toekomstige verdiencapaciteit van corporaties zou je niet moeten gaan borgen. Wat een bank waarschijnlijk wel doet als die een lucratief bedrijf ziet of een lucratief persoon ziet die carrière gaat maken, is ze bereid wat ruimhartiger om te gaan met kredietverlening. Dat soort vage noties, daar zou een WSW geen invulling aan moeten geven. Je moet ver van de grenzen wegblijven. Dus dat is dan één deel van de oplossing. Maar het andere deel van de oplossing is, en daar heeft u, daar moeten we het zeker over hebben, is dat de brede taakopvatting. En dan komen we ook weer een beetje terug over die volkshuisvestelijke rol van de woningcorporatiesector. Die hele brede taakopvatting maakt het buitengewoon riskant hoe deze sector opereert. Kijk, u bent ingesteld vanwege een aantal incidenten. Maar die incidenten, dat zijn symptomen. En die symptomen die komen voort uit een hele brede taakopvatting van die sector, terwijl er onvoorstelbaar veel geld in die sector zit. En dat element betekent dat er onvoorstelbare strenge controle nodig is op die sector, wat in mijn optiek onmogelijk is, tenzij je de doelstellingen gaat verengen. Ja. En daar speelt dus wel degelijk het probleem dat financiële instellingen, doordat ze die garantie hebben, bereid zijn faciliteiten aan te bieden aan die sector die ze zonder de garantie nooit hadden gedaan. Ja. Ook op deze aspecten komen we nog terug. U sprak over verschrikkelijk veel geld in deze sector. Van wie is dat geld? Is dit publiek vermogen? Is het privaat vermogen? Hoe staat u in die discussie? Dit is gewoon publiek geld. Dit is maatschappelijk geld. Het is maatschappelijk vermogen. Het is privaatrechtelijk georganiseerd. Woningcorporaties zijn privaatrechtelijke instellingen. Het geld is van ons allemaal. En dat geld is op allerlei manieren bij elkaar gekomen. Het is bij elkaar gekomen door private regionale initiatieven over de decennia bekijken. Maar het is geld van de inwoners van dit land. En op die wijze is het dus in wezen publiek geld. Het is ook bij elkaar gekomen door allerlei belastingfaciliteiten en allerlei regelingen van de overheid. Dus het is maatschappelijk vermogen. Het is iets waar u als parlement nadrukkelijk naar moet kijken. Want het is onvoorstelbaar veel geld. Als het dan maatschappelijk geld is van ons allemaal, is het dan logisch dat de hoede van de borg, het Waarborgfonds, dat een private instelling is dat publieke borging afgeeft? Ja, voor mij is de structuur, de juridische structuur
En of het publiekrechtelijk, privaatrechtelijk is van de toezichthouder of van de borg, hè, de formele toezichthouder is het Centraal Fonds. De borg, die ik als toezichthouder zie, maar anderen meer eng als hoeder van de borg. Of dat publiekrechtelijk of privaatrechtelijk georganiseerd is, dat zal mijn zorg zijn als het maar werkt. En er is ik zou argumenten kunnen verzinnen waarop je het publiekrechtelijk moet gaan doen. Publieke legitimatie bijvoorbeeld. Ik zou argumenten kunnen verzinnen waarom je het privaatrechtelijk wil doen. De andere toezichthouder is al publiek. De andere Centraal Fonds, ZBO. En door het privaatrechtelijk te maken geef je het misschien een iets grotere onafhankelijkheid. En die onafhankelijkheid die kun je negatief zien, maar die onafhankelijkheid kun je juist ook heel positief zien. Ja, toch zou ik er nog wel één vervolgvraag op willen stellen. Want het kan natuurlijk best wel een verschil maken qua houding. Kijk, als je een publieke rechtelijke instelling bent, dan kan ik me voorstellen dat je heel erg die toezichtsrol benadrukt. Dat je kijkt, is die borging veilig? Ja. Als je een particulier instituut bent en de commissaris worden uit de sector benoemd, dan ga je je al van nature meer opstellen als een dienstverlener naar de sector. En dan krijg je andere effecten. Zit daar niet dan toch een verschil? Het zou kunnen. Maar ik kan evenveel voorbeelden verzinnen die de andere kant op gaat. We hebben afgelopen weken gesproken over de NZA. Toezichthouder op zorg. Ik neem aan dat instituut publiekrechtelijk is. Een ZBO is, neem ik aan. Ik kan fout zitten, maar ik neem aan dat het geval is. Ik denk dat u daar ook zou kunnen spreken over vermenging van zienswijze, misschien met de sector. Dit is menselijk voor zover daarvan sprake is. Hè? In het geval van WSW, hè, daar zullen we het ongetwijfeld over hebben. Voor zover daar sprake van zit het aan mensen vast. Mensen die met elkaar samenwerken. Mensen in de volkshuisvestige sector die elkaar om de andere dag tegenkomen. Dat zijn geen verschillende werelden. Dat zijn mensen die gezamenlijk staan voor het volkshuisvestelijk belang van Nederland. En of je dat publiekrechtelijk, privaatrechtelijk organiseert, het zijn dezelfde mensen. Maar dus als het Waarborgfonds een ZBO zou zijn geweest, dan zou de kans net zo groot geweest zijn dat het WSW min of meer bankaire ambities zou hebben gekregen? Het WSW heeft in mijn beleving op geen enkele manier bankaire ambities gehad. En voor zover het. Ja, wat is het belangrijk punt wat hij aansnijdt? Want het komt toch terug. Dat is geen zijpunt, want het is bijna een bijzin in uw vraag. In mijn beleving heeft het WSW op geen enkele manier bankaire ambities gehad. Het WSW heeft vanuit zijn volkshuisvestelijke rol, dus de brede gedachte. Maar in dit geval in ieder geval toegespitst op de financiering van de sector, in haar hoofd gehad dat het onwenselijk is dat de sector voor de financiering te zeer afhankelijk is van twee overheidsbanken. Ja. Ik begrijp dat u er straks op terugkomt. Dus de facilitering dat de sector een breder aanbod zou moeten hebben van financiële middelen of toegang zou hebben moeten hebben tot andere financiële spelers. Op zichzelf, daar valt iets voor te zeggen, maar dat is heel wat anders dan dat het WSW zelf ook maar de ambitie zou moeten hebben om dit te gaan doen. Ja. Ik geef even het woord aan de voorzitter. De heer Mulder heeft een aanvullende vraag op dit punt. Ja, dank. De breedte van de taakopvatting had u het net over. Hè? Als je kijkt naar de corporatiesector zijn er eigenlijk een paar stromingen. Eén stroming zegt, blijf bij je kerntaak. Het enige wat de corporatie moet doen is mensen met een kleine portemonnee zorgen dat die goede huisvesting hebben. Andere mensen zeggen, nou, het kan best verder. Zorg kan erbij, leefbaarheid kan erbij, noem maar op. We hebben die vraag vanochtend aan de heer Van Damme gesteld. Van, als u nou uzelf moet indelen op die schaal, waar staat u dan? Hij zei, nou, dat wil ik wel van 1 tot 10 doen. Dan sta ik op 7. En het houdt bij mij een beetje op waar het commercieel wordt. Ja, wat is 10? Wat is 10? 10 is, 10 is alles. Oh, oké. Okay. Ja, en waar staat u dan als we het zo zouden neerzetten? Nou ja, u kent mijn antwoord. U kent mijn antwoord. De sector is niet te beheersen als je het geen enge taakopdracht geeft. Er is veel te veel geld in die sector waar bijna geen governance op mogelijk is als je de taakopvatting te breed maakt. Dus dat betekent dat zelfs in de huidige constellatie, waar de zorg toch redelijk ver afstaat, op zichzelf ver zou moeten afstaan voor corporaties, ik sta dus richting 1 of 2. En daar heeft u dan vast wel discussie over gehad in de Raad van Commissaris? Ja.
Daar hebben we discussies over. En dat zijn natuurlijk buitengewoon interessante discussies. En het is natuurlijk absoluut ook niet zo dat dit een zwart-wit kwestie is. De WSW is van en voor de sector. En dat je meedenkt over het volkshuisvestingsbelang. Dat is de reden waarom je bestaat. Dat is op zich een legitieme vraag. Een legitiem punt. Dat je daar discussies over hebt in de Raad van Commissarissen vind ik uitermate legitiem. Maar er zijn inderdaad twee denkrichtingen in Nederland. En de denkrichting naar de toekomst is er één. Waarbij we zorg, pensioenfonds, woningcorporaties allemaal bij elkaar moeten brengen. Om de grote maatschappelijke opgave invulling te geven. Waarvan ik zeg dat het een prachtige ambitie is. Want er valt bij een goed glas wijn vallen er prachtige dingen te bedenken die ons land veel mooier maken. Maar ik kan er geen toezicht op uitoefenen. Maar, ik kan het niet in de hand houden. Maar uiteindelijk zit hij wel in de Raad van Commissaris van een organisatie die vrij breed borgt. Waar je het eigenlijk niet mee eens was. Nou ja, kijk, daar zit een hele belangrijke, nuance. Er is een... U heeft misschien de missieomschrijving gezien van het WSW vandaag. En de missieomschrijving gezien van het WSW 10 jaar geleden. Mm-hmm. En daar ziet u precies de tegenstelling terugkomen. De missieomschrijving van vandaag, die zit richting 1. En de missieomschrijving van 10 jaar geleden, die zit waarschijnlijk rond de 6 of zo. Mm-hmm. Ja? Ik denk dat u dat tegenkomt. Het WSW zelf, de borging van het WSW zelf, is een lijn geweest met de overheidsregulering, BBSH. Besluit van de overheid. Dat is de overheid heeft de spelregels bepaald voor de woningcorporaties. Die zijn niet onbegrensd, maar zijn heel breed. En het WSW heeft getracht binnen die brede BBSH, binnen die brede opdracht van de overheid, haar borgrol uit te voeren. Zij kan niet zelf het beleid zijnde het overheidsbeleid bepalen. Helder. En u zei ook, als WSW te ver doorschiet in de dienstverlening, ondermijn je je rol als toezichthouder. Is daar sprake van geweest? Ik denk dat je daar absoluut ja op moet zeggen. Ik denk dat je daar absoluut ja op moet zeggen. En dan zeg ik niet ja vanuit, de Marcel van Dam discussie. Van dat wij een brede kijk moeten hebben op die volkshuisvestingssector. Ik denk dat dat buitengewoon legitiem is. Maar ik denk dat binnen de organisatie van het WSW. Waar je mensen hebt die dagelijks met de sector in contact zijn. Dagelijks met corporaties in de sector praten. Je hebt een WSW die van en voor de sector is. Mm-hmm. Daar heb je ongetwijfeld allerlei voorbeelden van mensen die veel te veel zijn gaan meedenken met de ondertoezicht, wat ik dan even de ondertoezicht gestelde noemt en wat anderen ongetwijfeld zo niet willen noemen. Dus daar zullen allerlei voorbeelden van zijn. Dank. En dat betekent dus ook dat je ik kan niet alle details voor de geest halen, maar er is natuurlijk in termen van de organisatie van WSW ziet u ook bepaalde wijzigingen. Dat het relatiebeheer, dat het gescheiden gaat worden van het risicobeheer. Wat toch een soort noodzakelijke voorwaarde is om tot het komen tot een objectief risicobeheer. Ja. Ja. Meneer Boot, dank. We stellen uw visie zeer op prijs. Maar zou je wel kunnen proberen iets bondiger te reflecteren op de vragen? Ja? Meneer Boot. Ja, te meer omdat ook heel veel vragen nog vanzelf al komen. Over die materie, ja. We gaan even terug naar 2007. Toen is een systeemwijziging geweest in de aanpak van het Waarborgfonds. Er werd overgestapt van projectfinanciering op bedrijfsfinanciering. En dan ziet het zogenoemde faciliteringsvolume van maximaal 3 jaar ziet het licht. Dat geeft, zoals de heer Van Dam ook vanochtend aangaf, meer financieringsvrijheid. Kunt u iets uitleggen waarom deze overstap, deze systeemwijziging is doorgevoerd? Ik zal heel bondig even trachtig doen. De precieze overwegingen op dat moment kan ik niet zo op dit moment voor de geest halen. Maar ik kan u wel gewoon mijn interpretatie geven. Ik neem aan dat het parallel gelopen heeft met de discussie op dat moment. Het WSW is om de financiering van de volkshuisvesting in Nederland te faciliteren. En dat betekent ook in het hele tijdsbeeld werden woningcorporaties geacht ook ondernemend te zijn. Invulling te geven van uit eigen verantwoordelijkheid over hun taakopdracht. En dat betekent dat als je op een verantwoorde wijze borgingsruimte kunt bepalen zonder ze 1-op-1 te koppelen aan projecten, dat je daarmee het ondernemerschap en de eigen professionele verantwoordelijkheid van woningcorporaties de ruimte geeft. Dat klinkt misschien oneindig naïef op dit moment. Maar dit was de gedachte van het overheidsbeleid van voor de crisis. Klinkt
oneindig naïef. Misschien oneindig naïef. Misschien, zeker voor. Ligt u dat dus toe? Nou, ik kan u zeggen, er is ook een prachtig CER-advies geweest van 2004, waar ik aan meegewerkt heb over ondernemerschap in de publieke dienstverlening. De kern van dat advies was, mits je een heldere doelstelling meegeeft, dus dat was wel voorzien, een heldere doelstelling, nauwe afgebakende doelstelling, aan semi-overheden, dan kunnen ze hun eigen professionele verantwoordelijkheid nemen, dan kun je ze hun eigen potje geld geven en zij moeten afgerekend worden op de invulling van de doelen en ze moeten niet afgerekend worden op de wijze waarop ze de doelen gaan bereiken. Dus je moet ze de ruimte geven. De woningcorporatiesector was in zekere zin het voorbeeld van hoe je dat zou kunnen doen. Je creëert ondernemerschap, dus je geeft eenzelfde hoeveelheid geld aan ziekenhuizen en dan creëren ziekenhuizen ondernemerschap. Ik denk dat we daar vandaag anders over denken. In het licht van wat er nadien is gebeurd. In het licht van wat toen een voetnoot was, die er zeker op groot aandringen van mij ingekomen is, dat je dat alleen maar kunt doen als de doelstelling heel helder is. Want anders kun je niet afrekenen op basis van een doelstelling. Ik denk dat we nu geleerd hebben, en het land ook geleerd heeft, dat brede doelstellingen, dat het gewoon niet werkt. Die beleidswijziging om over te stappen naar het faciliteringsvolume, was dat een initiatief van het Waarborgfonds zelf? Nou ja, dat is moeilijk te zeggen. U moet ervan uitgaan, het Waarborgfonds, al die organen, het ministerie, het staat allemaal midden in de sector. Het komt elkaar om de andere dag tegen. Dus er zullen ongetwijfeld allerlei discussies geweest zijn. Dus ik weet niet, dat is een beetje kip-en-ei-probleem waar de discussie begonnen is. Weet u nog wat de Rijksoverheid hiervan vond, het ministerie? Nee, weet ik niet. Ik heb ook niet specifiek met het ministerie hierover gesproken. Maar in het algemeen zijn alle initiatieven van de woningcorporatiesector, totdat het stelsel zichzelf toch min of meer opblies, zijn toegejuicht door het ministerie. Mm-hmm. U is ook niet bekend van voorwaarden die het ministerie heeft nader, voorwaarden die zijn geformuleerd door het ministerie? Oh, er is een heel borgingsprotocol. Dat is een heel borgingsprotocol, hoe die borgingsruimte wordt bepaald, want dat is natuurlijk cruciaal. Er zijn allerlei eisen die eraan gesteld worden. Dus dat borgingsprotocol, dat zal ongetwijfeld door Centraal Fonds, door het ministerie, linksom of rechtsom, becommentarieerd zijn. Dus in die zin was wel betrokkenheid van meerdere partijen bij deze overgang? Ongetwijfeld, het zal me verbijsteren als het niet het geval is. Eén iets kunt u de sector niet verwijten en dat is betrokkenheid. Iedereen is betrokken bij alles. Is u bekend dat ook een bewindspersoon zich daar persoonlijk mee heeft bemoeid? Niet met de verandering van borgingsmethodiek waar je nu over hebt. De overgang naar het faciliteringsvolume. Nee, is mij niet bekend. Was dan toch min of meer werd als een technische exercitie gezien? Ik, vanuit een bewindspersoon gedacht, en we praten dan over besluitvorming waarschijnlijk 2005, 2006 is de besluitvorming dan waarschijnlijk, of de discussies zijn dan. Vanuit een bewindspersoon gedacht is dit niet een prioriteit. Mm-hmm. Tenzij je weet dat dit problemen gaat geven. Mm-hmm. Is er naar uw waarneming ook een verband tussen deze nieuwe methodiek en het volume dat werd geborgd? Het volume aan leningen wat werd geborgd door het Waarborgfonds? Ja, okay. Op zichzelf zit borging vast aan borgbare activiteiten. En die borgbare activiteiten hebben te maken met wat onder dat BBSH valt. Dat is op zichzelf niet gewijzigd. Dus het is lastig voor mij om daar een antwoord op te geven. Of dit het mogelijk gemaakt heeft voor corporaties om versneld risico's te gaan nemen en versneld zich te gaan ontwikkelen als projectontwikkelaar. Wat veel corporaties deden, ook vanuit mijn ervaring met de Amsterdamse corporatie De Kei. Ze gingen ontwikkelen als projectontwikkelaar. Dat het daarbij helpt dat je bredere borgingsruimte, althans bredere wijze van invulling van de borgingsruimte krijgt. Dat kan ik mij voorstellen. Dus dat een versnelde groei van de corporatiesector in termen van risico's mogelijk heeft gemaakt, kan ik zeker niet uitsluiten. Ja, want we zien na verloop van jaren dat de omvang van de geborgde leningen, dat die veel sneller toeneemt dan de woningbouwproductie.
Ja, dat heeft volgens mij, maar dit is een technisch punt, heeft volgens mij ook te maken met de omzetting van voormalig rechtstreeks bij de overheid geborgde leningen in door WSW geborgde leningen. Er is een oude portefeuille geweest die op een andere manier geborgd werd en die bij aflopen, bij herfinancieren onder de WSW-paraplu is gekomen. Maar dit is een technisch punt. Dus volgens mij is dit grotendeels een Die leningen, even voor mijn beeld, die waren toch allemaal afgeëkend bij de zogenoemde Beuterix-open. Nee, maar nogmaals, dit is een technisch punt. Dit is een technisch punt. Er is een oude pluk geweest waar op een andere manier invulling werd gegeven aan borging en die is bij herfinanciering versneld onder de WSW-methodiek gekomen, waardoor, het kan best zijn dat ik de nuances verkeerd heb, maar wat wel juist is, dat daardoor een versnelde totale borging is geweest van het WSW-leningvolume, die op zichzelf niet te maken had met uitbreiding van de activiteiten van de woningcorporaties. Ja, een punt wat wellicht minder technisch is, is dat op het moment dat je overgaat naar zo'n nieuwe systematiek van faciliteren van borgingsruimte voor drie jaar, dan wordt het controle op de besteding van die gelden wordt natuurlijk wel belangrijker. Om te controleren of die leningen inderdaad worden uitgegeven aan volkshuisvestelijke projecten. Antwoord is zeker ja. Maar nogmaals. Mijn vraag was het, waarborgfonds zich daarvan ook bewust? Die discussies zijn zeker gevoerd. Dus men was er zich ongetwijfeld van bewust. Maar dat betekent niet dat er voldoende scherpte was. Laat ik het zo formuleren. Het heeft zich niet vertaald in meer menskracht om dit soort dingen te controleren. Het heeft zich uiteindelijk. Maar u zult zelf een hele tijdlijn proberen te maken van wat, wanneer en wat gebeurd is. Uiteindelijk heeft het wel geleid tot een scheiding van risicomanagement en het beheer van relaties. Mm-hmm. En dat is natuurlijk een belangrijk element, zeker op het moment dat je naar de professionele verantwoordelijkheid van woningcorporaties meer ruimte geeft. Mm-hmm. Door niet meer projectgewijs te gaan sturen. Maar gegeven de bredere doelstellingen die bestonden in de woningcorporaties, in de volkshuisvesting in Nederland, was het op zichzelf logisch om binnen die gedachtegang woningcorporaties een eigen professionele verantwoordelijkheid te geven. Mm-hmm. En dat is een beetje teruggaan naar mijn referentie aan het CER-advies. Dat heette na ondernemerschap in de publieke zaak, 2004. Ja. Ja, maar nu begrijp ik het toch even niet meer, want u onderschrijft wel de logica dat als je faciliteringsvolume geeft voor drie jaar, dat je dan toch ook moet gaan kijken of dat geld, of die leningen inderdaad worden uitgegeven aan volkshuisvestelijke doelen. Bent u het eens dat je dat dan wel meer zou moeten controleren, ook als waarborgfonds? Dat je daar scherper op moet toezien? Het is een moeilijke vergelijking met het verleden. Geld is fungible. Of het geld vanuit de borging komt, of geld komt vanuit de andere richting in de woningcorporatiesector, geld heeft dezelfde kleur. Ja. Mm-hmm. Dus ook met allerlei incidenten waar we straks ongetwijfeld over hebben, de SS Rotterdam, et cetera. Hoe die precies gefinancierd is, er is altijd geld. En geld heeft één kleur. Er zijn geen twee soorten geld. Dus wat je als WSW probeert te voorkomen is dat je borgingsruimte geeft en de plannen die er liggen geven geen invulling aan die borgingsruimte. Ja. Waardoor er vrij liquide middelen zijn. Die liquide middelen wil je meteen terug hebben. En die wil je terug hebben omdat je wil voorkomen dat het feit dat er borgingsruimte en geld ligt, dat is misschien de juiste wijze van formuleren, dat geld ligt, dat toch een druk zet om tot projecten en ideeën te komen. En dat soort projecten en ideeën die voortkomen uit de beschikbaarheid van geld zijn meestal niet de beste. Ja, dus moet je toetsen. Absoluut. Moet je toch een zekere bestedingscontrole hebben op de middelen die je beschikbaar stelt. Absoluut. Absoluut. Ja, want dat we zien later bij Vestia dat een heel deel van faciliteringsvolume wordt gebruikt voor afdekken van derivaten, voldoende margin calls, allerlei zaken die. Op het moment dat er.
als voor het moment dat het bij Vestia misging, kan Vestia misbruik gemaakt hebben van die middelen door die middelen op die manier in te zetten. En het WSW had in ieder geval in de gaten moeten hebben, of is voor de gek gehouden, in de gaten moeten hebben dat die middelen niet gebruikt werden waarvoor ze bedoeld waren. En op het moment dat je nodig hebt voor liquiditeit, voor het verschaffen van onderpand, margin calls, op dat moment wil je in ieder geval dat de corporatie aan jouw tafel zit om uit te leggen wat er aan de hand is en dat dit een tijdelijk verschijnsel is en dat er een plan is om dit zo snel mogelijk op te lossen. Ja. Wie deed nou die controle op de besteding van de middelen die via het WSW beschikbaar kwamen? Dat is de verantwoordelijkheid van de directie van het WSW. Dat is een van hun kernverantwoordelijkheden. Dat het geld, de middelen die verstrekt worden, dat die middelen niet zomaar in het systeem rondzingen. Ja. De heer Van Dam die heeft hier vanochtend verklaard, we gingen niet naar woningcorporaties toe. En die controle die strekte zich dan uit tot het, laat ik het zo noemen, het kritisch lezen van de jaarverslagen. Is dat afdoende? Nee, dat is niet. Maar dat is ook wel erg kort door de bocht. Want dit gaat even wat het WSW, niet zozeer wat Van Dam deed. Want commissarissen gaan niet, je wil niet dat commissarissen dit doen. Het WSW heeft als taak om informatie te vergaren, informatie ook te krijgen. En die gaat veel verder dan de informatie die af en toe in een jaarverslag verschijnt. En een van de, en dat is voor mij wel het meest schokkerende wat er gebeurd is, is het forensisch onderzoek van 2012 van Ernst & Young, wat wij hebben laten uitvoeren op WSW, waaruit bleek dat het voldoen aan informatieverplichtingen, wat dus een cruciale voorwaarde is om enig zicht te hebben op waar middelen blijven, dat corporaties in staat waren dat voor zich uit te schuiven en dat de toezichthouder daar niet scherp op zat. En dat in met de toezichthouder bedoelt WSW, u hier het WSW? WSW, ja? WSW. Absoluut WSW. Dus op dat punt, als je informatie niet tijdig krijgt, terwijl er een verplichting is om periodiek die informatie te geven aan het WSW, en de toezichthouder bijt niet door, die staat toe dat je dat voor je uitschuift, dan is het vragen om problemen. Mm-hmm. En dat is gebeurd. Over die Ernst & Young rapport had ik inderdaad nog een vraag. U bent daar gechoqueerd van het resultaat van het onderzoek. Ja. Wat is er met die resultaten van het onderzoek gedaan? Welke conclusies trok de Raad van Commissarissen hieruit? Nou, kijk, op het moment dat de sector door een aantal incidenten, ja, en incidenten die te maken hebben met de hele aansturing van de sector, dus ik bagatelliseer ze zeker niet, op het moment dat daarvan sprake is en dat je forensisch onderzoek laat uitvoeren om te kijken hoe de organisatie, hoe je zelf als toezichthouder heeft, WSW, hoe je zelf geopereerd hebt in die periode, is iedereen wakker. Iedereen is wakker. Iedereen zit er bovenop. Dus vanaf dat moment kun je discussies hebben over of je iets nog sneller had kunnen doen of niet iets nog sneller had kunnen doen. Maar het is in ieder geval helder dat vanaf dat moment iedereen wakker is. Van accountant, overheid, et cetera. Dus die informatie die eruit voortkwam uit dat rapport. Eén, gelukkig. Want dat was onze eerste, toch een van de belangrijke doelstellingen van het rapport. Of er integriteitsproblemen waren. Want waar geld is, is de mogelijkheid van integriteitsproblemen. En geld en onroerend goed, dat is bijna garantie op integriteitsproblemen. Ja? Integriteitsproblemen? Werden niet vastgesteld. Eigenlijk niet. Ja? En dat is natuurlijk, buitengewoon goede conclusie uit het rapport. Maar de schokkende was dus het niet doorbijten als toezichthouder. En daar is het natuurlijk meteen geacteerd. Daar is geacteerd op allerlei manieren. Want wat zijn we als organisatie aan het doen? Mm-hmm. Dus organisatorische wijziging in termen van risicomanagement, scheiden van investor relations, dat zijn natuurlijk voor de hand liggende dingen die al dan niet, ook al waren ze al opgezet, verscherpt worden. Het heeft ook te maken met cultuurwijziging. Ga je 6 keer uit eten met een van die bestuursleden van de woningcorporatie? Of is dat onverstandig om 6 keer uit eten te gaan met een van de bestuursleden van de woningcorporatie? Dat raakt weer wel een beetje een integriteit. Maar vond u dat daar ook problemen waren? Dat het te gemakkelijk medewerkers van het WSW zich lieten verteren?
Het heeft niet, daarom noem ik het geen integriteitsproblemen. Het is meer het clubgevoel. Wij zijn van en voor de sector. En dan ben je niet rolvast. Het is niet zo, als je er doorheen kijkt, door het hele rapport. Het is niet zo dat iemand zich verrijkt heeft. Misschien kun je ergens een detail vinden, maar ik heb het niet kunnen zien. Er is niet op een manier gefetteerd waar je op de voorpagina van de krant komt. Dus in zoverre, bij alles wat we elders gezien hebben in de maatschappij, is het integriteitsprobleem veel kleiner dan waar ik bang voor was op dat moment. Je ziet nadien dat de afdeling bij het WSW, dat afdeling Investor-relations wordt afgebouwd en zeg maar de financiële controles, de afdeling risicomanagement sterk wordt uitgebreid. Geeft dat eigenlijk spiegelbeeldig aan wat er mis was in de periode daarvoor? Ja, ik denk dat je gewoon ja moet zeggen. Daarom blijf ik het ook toezichthouder noemen. Je hebt een toezichthouder nodig die bereid is door te bijten. En het systeem, en dat is niet bedoeld als excuus naar WSW, maar het is gedeeltelijk wel een excuus naar WSW. Het systeem was niet op die manier opgezet. Het was een systeem van en voor. De bedoeling was om het hele zaakje soft te houden. Zo is de hele woningcorporatiesector opgezet. Maar dat verhoudt zich niet met rolvast gedrag. En het rolvast gedrag waar deze sector behoefte aan had, was een WSW die heel strikt bij zijn normen blijft en zich niet laat beïnvloeden door bredere maatschappelijke vraagstukken. Meneer Mulder, aanvullend. Ja. We hadden het net over verteren. We hebben de heer Van der Post hier gesproken. Die is naar de Tour de France gegaan. Daar vervoerd met een helikopter. En hij zei, voordat ik dat deed, heb ik dit eerst voorgelegd aan de Raad van Commissarissen of dit was toegestaan. Heeft hij dat aan u gevraagd? Hij heeft het niet aan mij gevraagd. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat hij de voorzitter van de Raad van Commissarissen heeft gevraagd. Ik kan me ook nog voorstellen dat, misschien niet dit geval, maar je hebt van dat soort dilemma's waar je in zit. Moet ik daarheen? Want nooit je gezicht laten zien, misschien ook geen goed idee. Ik kan me levendig voorstellen dat hij dat voorgelegd heeft en dat er over nagedacht is. En dat dat in het grotere geheel niet werd gezien als een onoverkomelijk probleem. Ik kan me dat voorstellen. Die helikopter is natuurlijk iets wat ter plaatse dan gebeurt. Hè? Ik neem aan dat niet is voorgelegd of ik met een helikopter kan gaan. Dat zal ongetwijfeld niet voorgelegd zijn, maar hij zou naar de Tour de France gaan. Ik kan me voorstellen dat is voorgelegd. Als u mij vraagt, kunt u zich dat herinneren? Ik kan me dat niet herinneren. Mm-hmm. Maar nogmaals, die sector komt elkaar elke dag tegen. En waar begint vetteren en waar is het ontmoeten van elkaar en informatieuitwisseling? En waar is die grens dan? Nou, kijk, op het moment dat je zegt dat je toezichthouder bent, ja, dan, en je neemt de enge taakopdracht, dan ben je veel meer politieagent en dan wil je à la NZA, perfecte identieke discussie, wil je boven elke twijfel verheven zijn. En boven elke twijfel verheven zijn betekent dat je niet met een bedrijf naar de Tour de France gaat. Dan nog iets over uw woordkeus. U zei iedereen was wakker. Wat is het tegenovergestelde van wakker zijn? Wat tegenovergestelde van wakker zijn? Wat voor... Ik zou zeggen slapen, maar... Nee, het is niet slapen. Het is onder normale omstandigheden. Onder normale omstandigheden. De woningcorporatiesector zit heel veel geld in. Mm-hmm. Al deze jongens hebben hele mooie ideeën. Die soms schrikbarend zijn, hè? Mijn verhaal bij de KEI in Amsterdam, waardoor je probeert dat bij te sturen. Maar er is zoveel geld, die sector gaat niet omvallen, want ze hebben zoveel geld, dus ze moeten echt hele gekke dingen gaan doen voordat ze omvallen. Ja? En je bent financieel toezichthouder, hij gaat nooit omvallen, die sector. Wat betekent dat? Wat is de scherpte die je op dat moment hebt? Die scherpte is heel beperkt. Laten we ook even heel eerlijk zijn, als je scherp zou optreden in 2005... en er is geen sprake van evidente financiële problemen bij een woningcoöperatie, en je gaat heel moeilijk doen, dan kan ik u garanderen dat het WSW gebeld wordt door het ministerie om niet zo moeilijk te doen. Want een bepaald project ligt nu stil in de buitenwijken van Den Haag. Dus op het moment dat er geen problemen zijn in die sector,
En je probeert in de maatschappelijke omgeving van 2005... waar corporaties dit brede volkshuisvestelijk belang hebben, waar corporaties gezien werden misschien wel als de grote weldoeners van de economie, waar corporaties gezien werden als voor gemeenten waar het de cruciale spelers om vriendelijk tegen te doen, want die corporatie die kan voor jou iets betekenen. In die omgeving, als het WSW zijn rol als van en voor de sector had geïnterpreteerd als we gaan u tegenhouden, dan zou er een krachtenveld op gang zijn gekomen, wat geen excuus is om het niet te doen trouwens, maar een krachtenveld op gang zijn gekomen, waardoor je onderling gebeld wordt, et cetera. Dus het is een heel zompig gebied. En dat is wat die sector was. Die was zo georganiseerd. Meneer Groot, u vervolgt. Ja, dank u wel, voorzitter. Dan komen we nu wel bij het zogenoemde EMTN-programma. Het aanboren van de internationale kapitaalmarkt en de... om minder afhankelijk te worden, van de sectorbanken, de waterschapsbank en de Bank Nederlandse Gemeente. Daarvoor moesten nieuwe kapitaalmarktinstrumenten worden ontwikkeld. Wie nam het initiatief voor het EMTN-programma? Dit is een discussie die op een gegeven moment in de Raad van Commissarissen kwam van het WSW. Er is discussie eerder geweest in de Raad van Commissarissen WSW over te grote afhankelijkheid van de sectorbanken. En in dat bredere kader is gesproken over verbreding van de financieringsmogelijkheden en verminderen van de afhankelijkheid van de sector, afhankelijkheid van BNG en Waterschapsbank. Ja. Dus het is een krachtenveld waar begin en eind niet helemaal duidelijk zijn. Kijk, zoals ik het begrijp was de bedoeling om dan... de vraag vanuit de woningcorporaties te bundelen. En daarmee de kapitaalmarkt op te gaan. En dan moesten de middelen weer verdeeld worden. En er komt een borging aan te pas. Kan. Dan houd je ook soms wat geld over dat weer gestald moet worden. Dan denk ik, dan ben je toch als WSW een soort bank aan het worden. Maar u zei het was geen bankaire activiteit. Legt u eens uit waarom het geen bankaire activiteit was? Omdat u veronderstelt dat de WSW daadwerkelijk de uitvoering van financieringsarrangementen ter hand gaat nemen. Dat veronderstelt u. Wat de discussie was en waar ik op zichzelf helemaal niet op tegen ben, en dat is in ieder geval mijn insteek van de discussie altijd geweest, is dat een medium term noodprogramma, wat gewoon het uitgeven is van middellange termijn, in dat geval middellange termijn obligaties, dus vreemd vermogentitels, in de financiële markt, ter financiering van woningcorporaties, dat is een prospectus, dat is eigenlijk een standaard prospectus die je aan elke financiële instelling kunt geven. En tegen die financiële instelling kun je zeggen, dit is de standaard prospectus, gaat u voor ons zorgen dat de woningcorporatiesector onder deze umbrella geld kan ophalen. Dan gaat het niet meer via uw balans, dan gaat het via dit programma. Dus BNG Waterschapsbank, die wilde zelf ook zo'n medium-term noodprogramma creëren. En die wilde ook dat wij de prospectus die daar dan voor, de standaard documentatie die daarvoor bestond, dat wij daar een wezen van zouden zeggen, nou goed, dit is op een verantwoord, kan geborgd worden, et cetera. Op dezelfde manier kun je een prospectus maken met documentatie die een andere bank laat uitvoeren. Dus er is geen enkele reden waarom buiten de puur faciliterende rol van WSW, we brengen een aantal treasurers van corporaties bij elkaar, gaan jullie in die kamer zitten, gaan jullie onderling bepalen hoe die prospectus in elkaar zou moeten zitten. Wij zijn er bereid te checken of dat overeenkomstig de borgeisen is. En vervolgens is er standaard documentatie in samenwerking met een bank, een faciliterende bank. En dan hebben wij een coördinatieprobleem opgelost. We hebben een aantal corporaties bij elkaar gebracht die een alternatieve financieringsmogelijkheid hebben gecreëerd. Daar hoeven wij verder niet tussen te zitten. Dus in die opvatting is het WSW geen intermediair die daadwerkelijk ook die leningen zelf in portefeuille neemt. Dat was niet de bedoeling wat u betreft. Nou, absoluut niet. Want op het moment dat je dat gaat doen, dan ben je een commerciële activiteit. Ja. Want dat is, kun je snel interpreteren als een commerciële activiteit. Want op dat moment gaan er allerlei krachten op je afkomen. Commerciële activiteit aan het creëren. En bij je eigen hele enge missie die het moet zijn. Gewoon borgen. Is dat verantwoord of niet om te borgen? Die ben je aan het afzwakken. Die ben je aan het ondermijnen. Ja, maar dit zijn dus van die cruciale onderscheiden.
die ongetwijfeld in de discussie op bepaalde momenten door elkaar hebben gelopen, waar er ongetwijfeld mensen zijn geweest die gedacht hebben van misschien kunnen we dat wel zelf gaan doen, want vertrouwen we die financiële spelers wel. Mm-hmm. En werd hier nou veel nog over gediscussieerd, wat nou precies de missie moest zijn, hoe ver de missie moest eiken van het WSW? Over dit medium term note gebeuren is onvoorstelbaar veel gediscussieerd. Onvoorstelbaar veel gediscussieerd. Daar zijn dus uiteindelijk, want er is een heel krachtenveld. Hè? En als BNG en de Waterschapsbank helemaal tegen zijn, dan gaan ze de Nederlandse Vereniging van Gemeentes, de ministerie, iedereen onder druk zetten. Ze gaan mij bellen op mijn vakantieadres in Spanje. Dus er wordt onvoorstelbaar gelobbyd. Dus het is een onvoorstelbaar lang proces geweest. En uiteindelijk is het natuurlijk de realiteit dat het gewoon niet gebeurd is. En misschien ook maar goed ook. Want als het alleen maar discussies oproept en fricties oplevert, dan heb je heel weinig gehad aan jouw op zichzelf legitieme bedoeling om minder afhankelijkheid te creëren. Mm-hmm. We hoorden eerder deze week ook al heel veel enthousiasme vanuit het WSW voor deze ambities. Is die dan achteraf toch een beetje spijtig dat hier zoveel energie in is gegaan die ook naar, noem eens wat, controle op derivaten had kunnen gaan? Het grote gevaar. Ik geef u gelijk. Een verkeerde focus. Nou ja, ik geef u hoe dan ook gelijk. De neiging in elke organisatie om nieuwe dingen te bedenken, opnieuw, exciting, moet altijd ingedampt worden. En die neiging zul je in elke organisatie hebben. En dus dat hier te veel energie is gaan zitten, ik denk dat u gelijk heeft. Ik denk ook dat er een paar mensen zijn geweest in de organisatie die een breder idee erbij hadden, die daardoor ook al die oppositie extra gecreëerd hebben. Want als de enge invulling die ik schets meteen van begin op tafel had gelegen, dan was het veel ingewikkelder geweest om tekst, et cetera. Ik denk dat u gelijk heeft. Want er was, om even dit af te maken, er waren wel degelijk ook ideeën voor een brede ambitie. Het antwoord dat u net gaf, dat is uw opvatting, maar niet noodzakelijkerwijs van iedereen binnen het WSW. Het heeft in mijn beleving, maar u kunt al de natuur erop nalezen, heeft het nooit als besluitvorming voorgelegen, als concreet voorstel voorgelegen, dat wij zelf, aan de commissaris, dat wij zelf een bankaire rol zouden op ons nemen die in lijn is eigenlijk met wat u toen straks naar voren bracht. Waarbij het WSW in wezen met allerlei gelden gaat zitten, et cetera. Op dat moment ben je een bankaire rol aan het spelen. In mijn beleving is dat nooit de besluitvorming, heeft dat nooit ter besluitvorming voorgelegen. Dat er discussies over zijn geweest, ongetwijfeld. Die zullen alle kanten op gegaan zijn. Okay, dank u wel, voorzitter. Meneer Mulder nog aanvullend of niet? Nee, dan is het woord aan de heer Bashir. Meneer Boot, we willen u ook nog een aantal vragen stellen over de derivatenportefeuille van Vestia. Want u bent hoogleraar financiële markten. En als hoogleraar financiële markten heeft u ook kennis over derivaten. En op zich, en dat zult u als geen ander kunnen uitleggen, dat het gebruik van derivaten heel goed kan. Het ook nuttig kan zijn om risico's af te dekken. Maar Vestia heeft ook een aantal andere derivaten gebruikt die een heel ander karakter hadden. En dat wil ik met u even nagaan. Vindt u bijvoorbeeld het schrijven van swaptions een goede activiteit voor een woningcoöperatie? Het schrijven van opties, doet er eventueel welke, want de terminologie is de helft van het probleem natuurlijk. Het schrijven van opties is nooit een goed idee, want dat betekent dat je een garantie geeft aan iemand anders. En die garantie zul jij na moeten komen als het goed is voor die anderen. Dus schrijven van een optie, is hoe die ook heet, is nooit een goed idee. Ja, in dit geval ging het om schrijven van swaptions, put swaptions, waarbij bij een lage rente Vestia moest gaan betalen. Ja, kijk wat er gebeurt. Ik kan u precies zeggen wat er gebeurt in transacties. Er is een behoefte om. Kijk, het is natuurlijk puur speculatie. Hè? Dit is niet speculatie, het is speculeren. Hè? Het is, want je neemt notabene een risico wat je eigenlijk niet wil nemen. Maar de zaken die gebeuren zijn de volgende. Je wil in dit geval wil je renterisico afdekken dat de rente omhoog gaat. Dat wil je afdekken. Dus je wil een soort cap hebben. Cap. Dat is een soort optie. Ja, doet er wat het is. Dat wil je afdekken. Dat kost geld. En dan ga je bij jezelf nadenken. Nou, de kans dat die rente omlaag gaat is eigenlijk heel klein.
Dus laat ik nog maar een extra toezegging doen dat als de rente lager is, dan ben ik bereid te betalen. Dus dan wordt die cap wordt dan goedkoper, omdat ik in plaats van het risico van de rentestijging, heb ik nu extra risico op een rentedaling genomen. En dan lijkt het goedkoper om die rentestijging af te dekken, omdat je de bereidheid op dat moment hebt of de inschatting hebt. En je moet nooit met rentes geen inschatting hebben, want die worden door de markt bepaald. We zouden op de Bahamas zitten als we dat zelf beter kunnen inschatten. Dan ben je dus bereid geweest te zeggen, nou die rente gaat toch niet dalen. Laat ik dat risico nog maar eens een keer extra nemen, want het gaat toch niet gebeuren. Doordat ik dat risico neem, krijg ik daar een vergoeding voor. En is het afdekken, lijkt het afdekken van rentestijging goedkoper. Ja. En dat wordt dan keurig in een contract gezet en zo wordt een treasurer voor de gek gehouden. Maar wat ook bijzonder was natuurlijk, is dat de heer De Vries als kasbeheerder van Vestia vaak presentaties gaf en ook uitlegde hoe hij dat nou deed. Heeft u wel eens zulke presentaties gezien of bijgewoond? Nooit. Nooit, maar ik op zichzelf, kijk, commissarissen moeten zich laten informeren over wat opties zijn, derivaten zijn, et cetera. Op zichzelf klinkt derivaat heel ingewikkeld, maar als ik in mijn project, huizenproject heb en ik geef een garantie aan de ontwikkelaar dat als het weer tegen zit, dat ik meer betaal, is dat ook een derivaat, hè? Elke garantie is een derivaat. Hè? Voor een of andere reden is het woord derivaat, dat klinkt schijnbaar goed. Maar elke garantie in alle contracten zit vol met garanties. Dus je moet geweldig opletten. Wat bij Vestia heeft gespeeld, heel simpel. Vestia was de poster child of the sector. 2008. Ja? Toen duidelijk werd dat corporaties viel het op dat moment wel mee, maar derivaten zaten, voor de goede reden, grosso modo, maar dat er liquiditeitsrisico's zijn. Dat als ze tegen je werken, dan moet je bijstorten. Kan zijn dat je bij moet storten. Toen dat duidelijk werd in 2008, heeft WSW expliciet de opdracht gekregen of genomen om dat in de gaten te gaan houden. Vestia was in wezen het goede voorbeeld. Zo werd het gepercipieerd. Of dat terecht was, weet ik niet, maar het werd gepercipieerd als het goede voorbeeld. Ze werden gezien door het ministerie en iedereen als zijnde het voorbeeld voor de sector. En dan, iedereen kent iedereen. Dan krijg je sessies over derivaten, woningcorporatie betrek je erbij die er al gebruik van maakt. Die geeft voorstellen, et cetera. En één oog is koning. En dat is wat gebeurd is. Ja. Het betekent dat ze macht kregen. Daar komt het op neer. Ze kregen macht. Ze werden gezien als mensen die het goed deden. En macht betekent, als je daar tegenop kijkt, betekent dat je zelf niet meer nadenkt. Want dan ga je doen wat die persoon zegt. Ik leg toch ook nog een ander product voor. Namelijk gestructureerde indexproducten die geen koppeling hadden met de rentestand. Maar wel met allemaal andere indices. Wat vindt u daarvan? Is dat ook iets waar een woningcoöperatie zich mee bezig moet houden? Zo in het algemeen is gevaarlijk, want de vraag is even met welke index. Welk ander risico heb je als woningcoöperatie wat je zou willen afdekken? Als er een bepaald risico is op, ik noem maar even, risico op huizenprijzen, wat je zou willen afdekken. Stel even. Dan zou je een derivaatcontract kunnen nemen wat uitbetaalt als de huizenprijzen de verkeerde kant op gaan. Dus strikt genomen, maar dan moet het evident zijn welk risico je wil afdekken. Is het mogelijk binnen die hele algemene terminologie, hè, gestructureerde index, linkproducten, et cetera, dat je een product tegenkomt wat nuttig is voor jezelf, omdat het een risico afdekt, anders dan renterisico wat voor jou van belang is. Maar in 99 van de 100 gevallen kunnen we ervan uitgaan dat het niet zo is. En dan is het evident dat de corporatie niet in die producten moet zitten. Ja. Maar het is inmiddels evident dat Vestia in die producten zat voor een heel andere reden. Dit heeft te maken gewoon met oplichting, fraude, zaken voor de gek houden. Dan wil ik met u ook nog verder naar de rol van het Waarborgfonds in deze. Want de heer Rink, manager investor relations van het Waarborgfonds, die kreeg dus ook producten voorgelegd van banken. En hij keurde dan ook vaak dit soort producten goed. Waarna vervolgens banken overgingen tot het sluiten van transacties met Vestia. En mijn vraag aan u is of u als lid van de Raad van Commissarissen daarvan op de hoogte was. Het hele simpele antwoord is nee. En ik vind het überhaupt al bizar als het WSW producten goed zou keuren. Want producten zijn relevant in de context waar ze gebruikt worden. Derivaten, het heet niet voor niks afgeleide, derivaat is afgeleid. Dus je moet het in de context zien waar het gebruikt wordt. Dus het is volstrekt idioot als er producten worden goedgekeurd. Ja, en Raad van Commissarissen heeft hier ook nooit een bericht over gehad.
Zegt u hiermee ook dat het in strijd was met het beleid van het waarborgfonds om producten goed of af te keuren? Beleid producten goed of af te keuren. Als toezichthouder moet je gewoon geen producten goed of afkeuren als toezichthouder. Dat plaat je in een soort rol dat jij de certificerende agent bent voor de financiële sector. En de financiële sector en de woningcorporaties, beide hebben de vrije hand op het moment dat de WSW groen licht geeft. De financiële sector die kan gaan pushen, zoveel mogelijk producten erin duwen. En drie keer te veel is, ook al was het product goed, is speculatie drie keer te veel. Dus ook dan zit je al verkeerd. En de woningcorporatie kan zeggen, het WSW heeft het goedgekeurd. Je wil als toezichthouder nooit in die rol zitten. Ja, maar toch is het gebeurd. En nu zeggen de banken dat en de woningcorporaties ook. Van ja, het waarborgfonds heeft het goedgekeurd. Sterker nog, de heer Staal was hier. En hij zei van ja, het waren gewoon standaard contracten. En ik hoefde alleen maar bij het kruisje te tekenen. Want het waarborgfonds had het goedgekeurd. Nou, ik ben bereid om WSW absoluut te bekritiseren. Dat ze, als ze de indruk heeft gewekt dat ze producten goedkeurt. Ja. Ik ben niet bereid te worden van de heer Staal te accepteren. De heer Staal heeft wie weet hoeveel contracten zitten tekenen. En hij moet toch het verstand van zaken hebben dat hij weet dat niet willekeurige hoeveelheden van producten goed zijn voor zijn woningcorporatie en volkshuisvestelijk belang dienen. Dus hij heeft gewoon gefaald in zijn rol als leider van die woningcorporatie. Dan iets anders, namelijk de raamovereenkomsten. De zogenaamde ISDA's, nou, dat zal u waarschijnlijk veel zeggen. Ja. Daarin staan ook toezichtsbeperkende bepalingen in de clausules. Was u hiervan op de hoogte? Nee, wel als het gaat om... Kijk, er wordt geborgd. Je borgt leningen. Dus dat stelt bepaalde eisen aan aflossingsschema's op die leningen. Dus je kunt bepaalde algemene richtlijnen hebben waar die leningen aan moeten voldoen. En ik zou mij levendig kunnen voorstellen dat een goede uitoefening van het zicht op die derivatencontracten, als daar weer even naar terug gaan, derivatencontracten, had betekend dat WSW algemene richtlijnen opstelt. En als ze dat niet gedaan heeft, en die derivatencontracten werden een dermate groot probleem als dat we nu weten. We wisten, als commissaris, ik kan u zeggen, ik wist niet dat derivaten op deze wijze gepusht werden naar woningcoöperaties op deze wijze. Wist u wel dat ISDA's voorgelegd werden aan het waarborgfonds? En dat vervolgens het waarborgfonds die ook goedkeurde? Nee, dat detail zeker niet. Nee. Dan nog iets anders, namelijk het borgen van bijstortverplichtingen, namelijk de margin calls. Ja. Als gevolg van de scherpe rentedaling in 2008 is het waarborgfonds ook overgegaan tot het borgen van de margin calls. En hier werd gisteren aan ons meegedeeld dat dat een tijdelijke borging ging. Maar ja, als je eenmaal borgt, dan heb je geborgd. Je weet niet wat tijdelijk dan is. Maar dat was ook niet helemaal duidelijk uit die brief, want het woordje tijdelijk kwam daar niet in voor. Was u hiervan op de hoogte? Op het moment dat, ja, ik denk dat het antwoord ja moet zijn. Dat betekent niet in elk geval, want het zal niet over één geval gaan. Op het moment dat een liquiditeitsprobleem speelt, zul je als WSW binnen deze sector moeten meewerken aan een oplossing. En als het liquiditeitsprobleem zou kunnen leiden, puur op grond van liquiditeit, dus niet op basis van lange termijn solvency, lange termijn houdbaarheid van de woningcorporatie, puur op basis van liquiditeit, zou kunnen leiden tot een faillissement, tot deconfiture, dan is het volstrekt onverantwoord om als toezichthouder aan de zijkant te gaan zitten en zeggen, jongens, het is jullie probleem, het is niet ons probleem. Dus ik kan mij levendig voorstellen, en die discussies zijn ook gevoerd in de Raad van Commissarissen, dat het WSW in een rol gebracht wordt, en die ruimte op zich bestaat ook, om in die gevallen te borgen, terwijl het vooraf absoluut niet de bedoeling is dat op die manier geborgd wordt. En over die borging, namelijk de borging van de liquiditeitstekorten, is daar volgens u ook over gesproken met de achtervang, namelijk de gemeente en het Rijk? Er is zeker, wederom, het gaat over meerdere gevallen. Er is ongetwijfeld ook gesproken met de achtervang, maar ongetwijfeld ook niet in alle gevallen. Maar er is, en ook is de vraag of in bepaalde cruciale specifieke gevallen erover gesproken is, omdat de achtervang, dat is ongeveer heel Nederland, hè, de achtervang. Ja. Dus hoe kun je met iedereen gaan spreken?
Want achtervang, dat zijn alle gemeentes, dat zijn alle andere corporaties en dat is uiteindelijk de overheid. Hoe ga je dat overleg arrangeren? Ja. Ja, dus ongetwijfeld is het zo dat bepaalde achtervangers vraagtekens gaan plaatsen bij het stelsel, omdat door een probleem wat niet mijn eigen probleem is, word ik aangesproken op iets wat gewoon niet had mogen gebeuren. Want dat is wat de achtervang dan voelt. En dat ondermijnt de draagvlak van een stelsel. En dat is ook een van de belangrijke verantwoordelijkheden van het WSW, om dat draagvlak te behouden door tijdig in te grijpen en te zorgen dat er niet over de grens gegaan wordt. Ja. Dan iets anders, namelijk de inzicht in de risico's van de derivatenportefeuille van Vestia. Zoals we het begrepen hebben, leverde Vestia niet zoals andere woningcoöperaties één keer in 3 maanden een derivatenportefeuille aan. Was u hiervan op de hoogte? Absoluut niet. Dit is de zwakheid die tot uitdrukking kwam in het Ernst & Young forensisch rapport van 2012. Dat de toezichthouder niet toebeet op het moment dat toehapte, op het moment dat Vestia die informatie niet aanleverde en Vestia dacht sterk te staan, had macht tussen aanhalingstekens, et cetera. Dus ze kwam er zelfs mee weg. Ja. Wat vindt u hiervan achteraf? Want u bent 12 jaar lang lid geweest van de Raad van Commissarissen van het Waarborgfonds. U wist niet dat Vestia een van de grotere woningcoöperaties, of de grootste woningcoöperatie, de gegevens niet aanleverde over de derivatenportefeuille. Wat vindt u hiervan? Kijk, op het moment, dit ging niet alleen over de derivatenportefeuille. Het was gewoon het aanleveren, periodiek aanleveren van informatie. Ja. Dus veel breder. Het is cruciale informatie voor een raad van commissarissen, van toezichthouders om te hebben, als er op een bewuste manier, want inmiddels moet dat toch ook wel duidelijk geweest zijn, informatie niet verstrekt wordt aan de toezichthouder. Dus het is onderdeel van dat sompige speelveld dat dit niet werd gezien als een groot probleem binnen het WSW. En dit is het falen van, op dit punt heeft de organisatie absoluut gefaald. Ja, want u was een derivatendeskundige. U hebt verstand van derivaten. U was lid van de Raad van Commissarissen van het Waarborgfonds. U wist niet dat binnen het Waarborgfonds derivaten goed en afgekeurd werden. U wist niet dat ISDAS voorgelegd werden aan het Waarborgfonds. U wist niet wat er nou aan de hand was met de derivatenportefeuille van Vestia. Want met name de informatie over derivaten werden niet aangeleverd. Wat vindt u hiervan, zo terugkijkend? Kijk, het probleem derivaten is in 2008 naar boven gekomen. En WSW vanaf dat moment zou de liquiditeitsproblemen die voortkomen uit het dus fatsoenlijk gebruik, dus niet speculatief gebruik. Het speculatief gebruik heeft gewoon te maken met misbruik van machtsposities, heeft te maken met oneigenlijk gedrag, heeft te maken met fraude, heeft te maken met dingen die gewoon niet voor mogen komen. Maar de liquiditeitsproblemen die derivaten zouden met zich mee zouden kunnen brengen, lag als verantwoordelijkheid bij het WSW. 2008 werd het duidelijk en WSW heeft daar volstrekt onvoldoende geacteerd. En als commissaris heb ik dit niet geweten. Het is wie weet hoe vaak aan de orde geweest in de Raad van Commissarissen dat die derivaten in de gaten gehouden zouden worden. Het werd in de gaten gehouden, was de boodschap. Daar heeft de Raad van Commissarissen geen enkel signaal bereikt dat het niet het geval was. We hebben ook een 2-jaar overleg met de controller binnen WSW. Als twee commissarissen, ik vaak met Van Dam, hadden dan een gesprek met de controller binnen de organisatie. Van we horen nu wel van de directie dat alles goed loopt. Maar laten we van u als controller ook eens horen of het goed gaat. Zijn er dingen die wij moeten weten? 2-jaarlijks overleg met de controller. Er is geen signaal gekomen. Het signaal is pas gekomen over potentieel dysfunctioneren binnen WSW. Ik noem dit dan even dysfunctioneren binnen WSW. Het signaal is pas gekomen. Op het moment dat die controller gewijzigd werd, daar kwam een andere persoon terecht, omdat de controller vanwege meer privé georiënteerde integriteitsproblemen weg moest. Dat had niks met WSW te maken, maar hij moest wel weg. Toen kwam er een nieuwe controller. En een nieuwe controller, daar hadden we onmiddellijk kregen we allerlei informatie van of bepaalde procedures werden nageleefd en hoe de scherpte zat binnen de organisatie. Dus je ziet hier als raad van commissarissen, waar je afhankelijk bent van de informatie die je van directie krijgt. Je hebt notabene een paar keer per jaar overleg
met mensen in de organisatie, de controller, de aangesproken persoon, die ook een rechtstreekse lijn naar de Raad van Commissarissen heeft, om te zorgen dat wij inzicht kunnen hebben over het werkelijk functioneren van die organisatie. Je hebt een accountant die je jaarlijks, die je allerlei onderzoeken laat doen, die je vraagt of de zaak in controle is. En als Raad van Commissarissen word je op dat punt in de duisternis gehouden. Dus het falen van de governance van dit instituut, ja, dat gebeurd is. En dan kun je de vraag stellen, kun je dat als commissaris aantrekken? Ja en nee. Je zegt ja, want je wil het volkshuisvestelijk belang in Nederland dienen. Je wil zorgen dat dit instituut goed gerund wordt. Daarvoor zit je als commissaris, dat is de enige reden. En tegelijkertijd moet je gewoon realiseren, als commissaris ben je een buitenstaander. Je bent afhankelijk van de informatie die je van die instelling krijgt. En je kunt niet elke dag een politieagent de organisatie insturen. Want je kunt geen governance uitoefenen op een instelling uit het oogpunt van wantrouwen. Er is een vertrouwensrelatie. En die vertrouwensrelatie is aangetast. Samengevat, u vindt het falen van de governance. U vindt dat u in de duisternis bent gehouden. En u vindt dat het vertrouwen is geschaad. Als het gaat over deze informatie, cruciale informatie, of een belangrijke woningcorporatie tijdig informatie aanlevert, en misschien anderen ook informatie niet tijdig aanleveren, als er de suggestie wordt gewekt dat er een goedkeuringsprocedure is voor derivaten, terwijl de hele ins en outs daarvan niet in de Raad van Commissarissen besproken zijn, de ins en outs daarvan, want dat je mijn opmerking van toen straks, dat je dat niet wil op die manier, dan is cruciale informatie onthouden aan die Raad van Commissarissen. Eén toevoeging nog. We hebben het hier alleen over derivaten. Maar dit probleem is natuurlijk veel breder. Het is absoluut veel breder. Derivaten, dat klinkt als een mooi woord. Er is een toezichtsrelatie. Wat doen corporaties? Hoe gaat in dit geval WSW om met borgingsruimte? Hoe reageert ze op dingen? Je bent afhankelijk van de informatie die je uit de organisatie krijgt. En als die informatie niet goed is, niet volledig is, dan kun je als commissaris niet optimaal functioneren. Ja. Dan wil ik nog even met u teruggaan naar 1995. Toen heeft u een artikel geschreven in het economenblad EBS. Ja. Met de veelzeggende titel, ja, Derivaten, / zinvolle toepassing en het grote onbegrip. Hierin zet u neer wat nou de risico's zijn van financiële producten als derivaten en wat dat vervolgens tot gevolgen zou kunnen leiden. En als u nou terugkijkt naar dat artikel, maar ook naar hetgene wat er nu al die jaren gebeurd is bij Vestia, wat is dan volgens u de belangrijkste oorzaak van het debacle van Vestia? De belangrijkste oorzaak van het debacle van Vestia heeft niks met derivaten te maken. Helemaal niets. Vestia had ten onder kunnen gaan aan het opkopen van de World Trade Towers als die er nog stonden. Heeft niks te maken met derivaten. Heeft te maken met een bestuurder die heel veel macht kreeg, die gezien werd als God. Die alle ruimte gaf aan zijn financieel bestuurder. En die financieel bestuurder nam het niet zo nauw met integriteit. Die kon op allerlei manieren zelfverrijking toepassen. Derivaten is maar een symptoom. De corporatiesector, daar zit heel veel geld, die zit in stenen, maar je kunt lenen tegen die stenen. En geld betekent dat banken, financiële spelers, die komen als bijen op de honing af. En dat betekent dat misstanden onvoorstelbaar makkelijk zijn op het moment dat je uit machtsoogpunt mensen op een pedestal zet, staal. Als je mensen alle vrijheid laat, financieel bestuurder van Vestia, die de zaak bedondert. Dat is wat gebeurd is. En dat heeft niks te maken met het feit of ik wel of niet een derivatenspecialist ben. Een derivaat is voor iedereen te begrijpen. Je kunt een derivaat voor een woningcorporatie is heel simpel. Voor een woningcorporatie was het bedoeld om renterisico af te dekken. En die dingen bestaan al 50 jaar. Die zijn niet van gisteren, die bestaan al 50 jaar. Voor iedereen te begrijpen. Denk toch niet dat elke woningcorporatie nu een derivatenspecialist in de Raad van Commissarissen moet hebben. En dan morgen is de crisis over autobanden. En dan moet ze een autobandenspecialist in de Raad van Commissarissen hebben. Dus absoluut, sta u niet blind op een symptoom. Het is een symptoom van een sector die macht kreeg. Elke corporatie wilde groter worden. Hoe groter, hoe meer macht. En Vestia had alle macht. Meneer Boot, tot slot. En dan geef ik het woord terug aan de voorzitter. U bent heel duidelijk, meneer Boot. Maar hoe hadden dan de problemen bij Vestia voorkomen kunnen worden?
als er een integriteits... twee dingen. Er zijn allerlei signalen gemist. En die zijn door de accountant gemist. Die zijn ongetwijfeld de Raad van Commissarissen van Vestia gemist. Ik neem aan dat ook voor WSW, als ze wat minder innige relatie had met de sector, dat relatiemanagers binnen WSW dat die signalen hadden kunnen oppikken. Dus op zichzelf had het veel beter gekund, zelfs binnen de huidige constellatie. Maar als je de sector laat zoals die is, dan is er morgen weer een andere Vestia. Er is niks opgewassen tegen de onbegrensde mogelijkheden van rijkdom en het profiteren van een brede doelstelling die de sector kende. En daar komen financiële spelers op af, die proberen allerlei producten te slijten, die geven kickbacks, die kopen je om, et cetera. Het een enge doelstelling van de sector, het voorkomen dat er overvloed aan geld is. 2,4 miljoen woningen in de woningcorporatie is 2,4 miljoen woningen is vraag om problemen. Wij moeten terug naar een sector waar toezicht op te houden is. Meneer Boot, u was heel helder. Maar. De vragen van collega Bouchier, waarvoor dank. Binnen het WSW, zegt u net, de Raad van Commissarissen heeft ook een heleboel niet te horen gekregen. En uiteindelijk gingen daar dingen niet goed. En u verwees ook naar de Ernst & Young rapporten, die forensische rapporten. Daar had u zelf als commissaris ook opdracht toegegeven. Een van die rapporten gaat onder andere over meneer Rink. Dat gaat heel veel over meneer Rink. En u had het straks ook over tegenkrachten binnen het WSW. Als we nou dat rapport leggen op het functioneren van meneer Rink, was hij dan zo'n tegenkracht of juist niet? Ik ken één rapport van Ernst & Young, hè. Dus ik weet niet of na mijn aftreden, want dat was ook in 2012, of mijn einde van mijn termijn, hè, of er nog vervolgrapporten zijn geweest. Ik ken één rapport, het forensisch rapport Ernst & Young 2012. Dus als er meerdere rapporten zijn, moet ik even uitkijken. Wat uit dat rapport blijkt, is dat WSW en wie de relatiebeheerders ook waren, en Rink speelde ongetwijfeld een belangrijke rol, geen tegenkracht waren voor Vestia of voor andere corporaties met ambities. Mm-hmm. Duidelijk. Nog één ding, als we ook naar die forensische rapporten kijken en alles wat u net zei over het wel of niet informeren van de Raad van Commissarissen van het Waarborgfonds. Die rapporten komen, alles is gebeurd. Was dat nou uiteindelijk ook een reden om te zeggen, we moeten die directeur ook maar eens bedanken voor bewezen diensten en een nieuw iemand zoeken? Dan heb ik het natuurlijk over meneer Van der Post. Kijk, het was evident, want dit is allemaal op het punt ook dat mijn termijn afgelopen was. Mm-hmm. Dus er zijn allerlei dingen die over mijn termijn heen gingen. Mm-hmm. Ik kan u zeggen dat voor zover er nog geen acties genomen waren op dat moment dat ik terugtrad, dat ik mijn informele opmerkingen naar mijn medecommissarissen waren, dat dit hele grote personele consequenties moet hebben. En die waren, voor zover ze al genomen waren, waren ze zeker nog niet voldoende genomen op dat moment. Dus de hele managementstructuur van WSW, in mijn optiek, heb ik ook informeel tegen de andere commissaris gezegd, bij mijn afscheid, die moet je nu gaan wijzigen. En in zoverre hebben ze daar invulling aan gegeven. En niet waarschijnlijk omdat ik het zei, maar omdat het evident was van dat rapport dat dat moest gebeuren. En als we het hebben over een cultuurwijziging in de organisatie, cultuurwijzigingen krijg je niet zonder wijziging van mensen. Dat gold tot boven het hoogste bestuursniveau van het WSW. Dat gold voor in wezen het hele management van WSW. Dank u wel. Ik schors voor 6 minuten.
Ik verzoek de griffier de getuigen weer binnen te leiden. Zo, ik heropen de vergadering. De zonnewijzer en de zandloper die hadden het op 6 minuten. Mijn seiko zegt iets anders. Dat zou meer geweest. Ik denk dat mijn seiko gelijk heeft. Het woord is aan de heer Mulder. Ja, dank. En meneer Bout, in de tijd dat u commissaris was bij het WSW, was de heer Marcel van Dam voorzitter. Dat was een politicus. Hij is opgevolgd door de heer Ivo Opstelt, ook een politicus. Wat was de reden dat het WSW graag een oud politicus als voorzitter wilde hebben? En Loek Hermans daarna, ook een politicus. Loek Hermans ook nog. De hele semi-overheidssector bestaat eigenlijk, je ziet in elke, bijna een hele semi-overheidssector, dat voorzitters van de raden van commissarissen, dat dat mensen zijn met een netwerk bij de beleidsbepalers. Mm-hmm. En dat zie je dus ook bij WSW. De voorzitter was Marcel van Dam, daarna Ivo Opstelten en Loek Hermans. Dus aan de ene kant zit er aan vast dat het schijnbaar als essentieel gezien wordt dat je toegang hebt tot alle kanalen en dus ook informeel toegang hebt tot al die kanalen, want dat is dan een verklaring daarvan. In het geval van WSW kun je zeggen dat er nog een andere reden was. En dat is dat de organisatie van de woningcorporatiesector Marcel van Dam was ook commissaris, of voorzitter raad van commissaris, bij de voorgangers in de corporatiesector. Mm-hmm. Dus die corporatiesector was vroeger georganiseerd dat je daar een soort bestuur had. En dat bestuur had zijn loopjongens. En daarna is dat pas geprofessionaliseerd. Dat je een raad van commissaris hebt die een directie aanstuurt. Dus er zat een traditie achter. En in die traditie speelde Marcel van Dam een belangrijke rol als bestuurder in de woningcorporatiesector. Was er een specifiek idee om steeds een politicus te benoemen? Want ook na de heer Van Dam gebeurde dat. Ja, en dat klopt. En na Ivo Opstelten weer. Mm-hmm. Het wordt in die sector gezien als cruciaal dat je de juiste ingangen hebt. En waar komt dat uit voort? En dat is niet alleen deze sector, hè, de gezondheidszorg. Ja. Alles wat semi-publiek is en wat afhankelijk is van speelruimte die je krijgt van de overheid. En daarom zet je daar een oud-politicus neer? Omdat die kan lobbyen of die kan zorgen dat anderen die lobbyen van je afgehouden worden. En dat beschermt de organisatie tegen lobbygedrag. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Je wil of zelf lobbyen of je wil beschermen tegen lobbygedrag van anderen. En wat vond u ervan dat er steeds een politicus werd benoemd? Nou, als het een goede politicus is, dan moet je het in ieder geval door de vingers zien. Zowel Marcel van Dam als Ivo Opstelten en Loek Hermans, daar geldt hetzelfde voor. Dat zijn mensen die buitengewoon integer zijn, kennis van zaken hebben en niet over zich heen laten lopen. Dus op het moment dat je naar personen gaat kijken, dan is er geen probleem. Mm-hmm. Maar als u de algemene vraag stelt, waarom doen we dat in hemelsnaam? Want je bent toch langs een slinkse weg tussen aanhalingstekens, probeer je een rol te spelen in dat bestel en probeer je positie veilig te stellen, terwijl je aanneemt dat we allemaal toch gemeenschappelijk belang hebben als sector, mm-hmm. namelijk de BV Nederland. Dat is de wijze waarop heel veel dingen in Nederland gebeuren. Het is een sompig geheel. Het zit zonder duidelijke regels in elkaar. En zonder dat je duidelijke regels hebt in die semi-profit sector, is het beschermen van je turf is belangrijk. Het voorkomen dat je andere toezichthouders jou de zwarte piet geeft, et cetera. Dus dat gebeurt er. Ja, wat vind je ervan? Ik heb het liever niet. Maar het speelveld is zoals het is. U heeft het liever niet, maar u accepteert het wel. Nou ja, ik heb geen keus, want ik leef in dit land. En elk ander land heeft wel zijn eigen problemen. En ik beschouw het als onvoorstelbaar belangrijk dat in maatschappelijke sectoren zoals deze... U had toch kunnen zeggen als lid van de Raad van Commissarissen, laten we nou eens even geen
nieuwe politicus benoemen? Dat kan. Als het speelveld is zoals ik geschetst heb. En als het speelveld is dat het je eigen positie beschermen belangrijk is, omdat de wijze waarop de sector opereert een zompig geheel is, van krachten links, krachten rechts, dan kun je maar beter aan tafel zitten overal. En als je overal aan tafel wil zitten, dan is het niet zo gek om een oud-minister te hebben. Dat klinkt wel heel pragmatisch. Terwijl u eigenlijk principieel vindt dat je het niet moet doen. Ik kan de sector niet veranderen. Als ik de sector niet kan veranderen, dan ben ik bereid te verdedigen hoe je je rol als WSW in dat bestel veilig kunt stellen. Omdat je anders Zwarte Pieten krijgt toegespeeld. Zwarte Pieten krijgt toegespeeld. Er worden besluiten genomen elders die je eigen rol ondermijnen. Dus dan is het misschien belangrijk om aan tafel te zitten. Dus u heeft helemaal gelijk. Ik zou het niet willen. Ik zou een veel helderder systeem willen hebben. Zeker gezien ook de onvoorstelbaar grote financiële belangen waar het om gaat. Dus u heeft helemaal gelijk. Maar ik ben onderdeel van dat speelveld op dat moment. En dan kan ik wel zeggen wat ik vind. En zeggen dat ik aftreed als het anders gebeurt. Maar dan ben ik helemaal niet meer. En wie zit er dan nog wel aan tafel? Dat klinkt bijna als burgemeester in oorlogstijd, die redenering. Ja, behalve dat de consequentie, dat het, ja. Dat het in ieder geval de morele dilemma's hier toch van iets andere orde zijn. Maar op het moment dat je in een sector die aan het hart gaat, en dat is met de hele semi-publieke sector, waarvan de governance onvoorstelbaar ingewikkeld is en tegelijkertijd het maatschappelijk belang oneindig is. Mm-hmm. Als dat jou aan het hart gaat, dan ben je bereid een rol te spelen in die sector, ook al zijn de spelregels niet optimaal. En had u er echt verder niets aan kunnen doen? Ja, uiteraard. Kijk, je kunt altijd proberen er iets aan te doen, maar als er goede mensen gevonden worden, mm-hmm, die aan profiel voldoen, wie ben ik dan om te zeggen, die persoon moet het niet zijn, want ik wil een andere insteek. Ja, u bent de heer Boot, hoogleraar, en u kent de sector. Ja, maar nogmaals, als dit door als belangrijk gezien wordt, mm-hmm, en ik snap het verhaal erachter, dan kan ik wel roepen. En op mijn strepenproject te blijven staan. Dat ik het allemaal veel objectiever wil, et cetera. Maar het is in Nederland belangrijk om in dat hele semi-publieke krachtenveld, in dat hele krachtenveld, om daar mensen te hebben met veel ingangen. Er zijn gewoon veel te veel, te onduidelijke regels in dat hele krachtenveld. En dan moet je aan tafel zitten. Helder. Hoe heeft u de relatie van het WSW met ambtelijke politiek Den Haag ervaren? Ja, daar stond ik natuurlijk buiten. Want mijn contact met ambtelijk Den Haag en politiek Den Haag was in ieder geval als privépersoon en niet als commissaris van het WSW. Mm-hmm. Als privépersoon, mm-hmm, duidelijk wel, maar niet als commissaris van het WSW. Dus ik heb daar geen direct in mijn rol van WSW alleen indirecte berichten over, want dat gaat met name via de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Ja. U heeft er wel wat over gezegd, namelijk dat er wel eens telefoontjes komen uit Den Haag van joh, zou die toch niet willen borgen. Oh, dat denk nou mee. Kijk, dat is een andere vraag. Als u in dat sompige geheel van de sector, mm-hmm, waar je samen een gemeenschappelijk belang, mm-hmm, hebt en denkt in dat bredere volkshuisvestelijke kader, wordt iedereen geacht mee te bewegen. Mm-hmm. Ja? En in dat iedereen geacht mee te bewegen, dat suggereert al dat er gebeld wordt, dat er contacten, mm-hmm, zijn, et cetera. En als iedereen elkaar om de twee dagen tegenkomt, mm-hmm, dan heb je zelfs geen formele opdrachten nodig. Gewoon een vraag aan jou als WSW, als ambtenaar ambtenaar, als medewerker van WSW van het ministerie. Waarom loopt dat zo moeilijk? Betekent dat je er extra naar gaat kijken? Dus de wederzijdse beïnvloeding daarvan is sprake in de sector. En dat betekent dus ook dat harde maatregelen in die sector vaak moeilijk zijn als het ministerie dat niet wil of als andere toezichthouder dat niet wil. Dus het is lastig om op je strepen te blijven staan. Je kunt zelfs kwaadaardig gaan denken dat op het moment dat je niet meebeweegt, dat anderen proberen jouw rol als toezichthouder ter discussie te stellen. WSW, privaatrechtelijk, moeten we dat wel hebben in het stelsel. Dus je kunt op allerlei manieren in dat stelsel gebruikt worden en misbruikt worden. Dus als je wat tegenwerkt, dan is het van, zullen we eens wat doen met dat instituut van u? Nou ja, dat is dan, ik zeg kwaadaardig gedacht. Maar de beslissingen over het stelsel worden beïnvloed door het krachtenveld, mm-hmm, en door hoe mensen over elkaar denken en bij wie je aan tafel zit en bij wie je niet aan tafel zit. Dus als je de telefoon niet meer oppakt van het ministerie, want wij zijn onafhankelijk toezichthouder, mm-hmm, wij pakken de telefoon niet eens meer op. Mm-hmm. Dan denk ik niet dat je positie als toezichthouder versterkt.
Plus dat het de vraag oproept of je nog lang toezichthouder bent, als ik u zo hoor. Dat was eigenlijk de lijn van mijn antwoord, ja. Dat werd natuurlijk nog versterkt dan doordat Edes een commissaris had in het WSW. Visueel is natuurlijk volstrekt onwenselijk. En dat stond al langere tijd ter discussie. Mm-hmm. Dus dat is niet veranderd vanwege Vestia. Dat stond mm-hmm. al heel lang ter discussie. Dat heeft te maken met de ontstaansgeschiedenis van WSW. Ja. Van en voor de sector. Komt voort uit voorgangers die vermengd waren met die sector. Nou heeft Edes, om even eerlijk te zijn, heeft er geen misbruik van gemaakt. Ik was een van die commissarissen die voorgedragen was door Edes. En Edes heeft denk ik nooit het idee gehad dat ik voor hun belang stond. Die was niet iemand die op zijn strepen ging staan, kwamen we net achter. Absoluut wel, absoluut wel. Maar op je strepen staan, op je strepen staan en op je strepen staan op een manier mm-hmm. waarop je jezelf buitenspel zet, mm-hmm. heeft geen enkele nut. En dan moet ik de analogie maken met mijn commissariaat bij de Amsterdamse woningcorporatie De Kei. Ondanks het feit dat u er niet expliciet naar vraagt. Ik vraag er zo expliciet aan. Oké. 2006 ben ik daar opgestapt. Maar ik ben daar opgestapt met gemengde gevoelens. Want op het moment dat je opstapt, heb je geen invloed meer. En waarom ben ik opgestapt? Ik ben opgestapt omdat er een reeks van beslissingen genomen werd waar ik allerlei vraagtekens bij had, waar investeringsbeslissingen, allerlei nadere documentatie vereiste ik. Papier is geduldig, mm-hmm. kwam er weer een mm-hmm. geweldig verhaal waar het was. En toen kwamen er opeens voorstellen om te gaan fuseren met een andere coöperatie, om de grootste coöperatie te zijn in Amsterdam. Dat had niks te maken met een volkshuisvestelijke opgave. Mm-hmm. Dat had te maken met het feit dat als je de grootste bent, kan de wethouder niet om je heen. Groot is macht. En groot is macht betekent dus ook dat je zelf niet meer gecontroleerd kunt worden, want je hebt de macht. Dan word je niet meer gecontroleerd. Dat was de enige motivatie voor die fusie. Er werd bij die coöperatie, je kunt één ding die coöperatie niet verwijten, De Kei, dat er niet vergaderd werd. Er werd oneindig veel vergaderd. En vergaderingen duurden soms wel 6 uur. Bij 1 van de 6 vergaderingen in een 3 maandsperiode kon ik niet bij zijn vanwege een opdracht, ik moest een universiteit evalueren in Israël. Mm-hmm. Die vergadering heeft besloten tot een fusie, toestemming gegeven de Raad van Commissarissen, en de 4 voorafgaande vergaderingen was ik in staat om het tegen te houden. En men heeft het keer op keer geprobeerd erdoor te krijgen. Het is gelukt op dat moment. Nou, wat is dan? Dit is een heel evident. Je kunt geen toezicht aanhouden op een fusie waar je geen fiducie in hebt. Dus ik zei, jongens, het enige wat ik kan doen is opstappen. Maar vanaf dat moment was ik er niet meer. Mm-hmm. En 4 jaar later is die directie al dan niet strafrechtelijk opgepakt. Van De Kei. En ik ben vertrokken in 2006. Ben ik dan de hero of ben ik niet de hero? Voor deze commissie en voor het land ben ik de hero. Geweldig. Boot heeft op zijn strepen gestaan. Maar De Kei heeft daardoor door kunnen gaan op een weg die ik had moeten tegenhouden. En ik was er niet meer. Roept heel veel vragen op dit, hè? Hoe kan het nog los van uw situatie zijn? Blijkbaar die andere toezichthouders hebben een rechte rug totdat u weg bent. Klopt. En die andere toezichthouders, dat waren geen incapabele mensen. Een vooraanstaand Eerste Kamerlid. Vicevoorzitter van de Woonbond. Ook geen organisatie die bekend staat om zijn buigzaamheid, de Woonbond. Een bestuursvoorzitter daarna van een grote commerciële vastgoedbrancheorganisatie. Buitengewoon capabele mensen. Er is een krachtenveld. Er wordt gesuggereerd dat zo'n fusie belangrijk is. Dan wordt er uiteindelijk een verhaal bij bedacht dat het met volkshuisvestelijke invulling te maken heeft. Maar hoe je dat met 50.000 of 60.000 huizen kunt en niet met 40.000 huizen, dat is mij echt vreemd. Je weet dat het een machtsverhaal is, maar de bestuurder komt met een mooi verhaal. En blijft met het mooie verhaal komen. Er is geen integriteitsprobleem op dat moment. Of althans een suggestie van integriteitsprobleem. Want als die er wel was op dat moment. Ik denk dat het anders had gelegen. Maar die suggestie was er absoluut niet op dat moment. En dan zie je dat de voorzitter van de Raad van Commissarissen is een, gaan we weer, voormalig politicus. In dit geval de voorzitter van de Raad van Commissarissen, De Kei, een voorzitter van een voormalige deelraad.
die onderling met de bestuursvoorzitter al heel veel dingen kortsluit. Dat is de manier in elke organisatie hoe raden van commissarissen buitenspel worden gezet, dat de voorzitter van de raad van commissarissen onder één hoedje speelt met de bestuurder. En dan zie je een dynamiek ontstaan waar mensen uiteindelijk in een soort loyaliteitsconflict zitten. En er is een verhaal te vertellen, dus je hoeft niet helemaal tegen je principes in te gaan, want je kunt een verhaal geloven. En als je dat gelooft, als je dan blind bent voor de andere argumenten op dat moment, dan zeg je met een gerust geweten ja. En u zei, dit is genoeg, eigenlijk een vergadering buiten u om. Denkt u nu, had ik maar gebleven? Destijds? Nee, ik denk, het kon gewoon niet. Dit was gewoon evident. Dit was niet impulsief met de deuren smijten. Nee. En je neemt je rol als commissaris niet serieus. Okay. Dit was zo evident dat het niet anders had gekund. Maar dat ik gemengde gevoelens heb, absoluut. De KEI als grote corporatie in Amsterdam. Nou, die heeft hem. Dat is belangrijk, dat die organisatie goed loopt. En dat hij de juiste dingen doet. Dat hij de juiste keuzes maakt. Maar bij de KEI stapt hij wel op. Bij WSW blijft hij 12 jaar op uw plek zitten. Klopt. Bij WSW speelde dus. Bij WSW heeft op geen enkel moment een vergelijkbaar iets gespeeld. Mm-hmm. Als WSW een commerciële activiteit was begonnen. Hè, de eerdere vragen over financiële speler worden. Empire building, een soort empire building, hè? Groot willen worden, belangrijk willen worden, et cetera. Nou ja, kijk, dan kom je in conflicten. Mm-hmm. Want dan wordt het belangrijk dan heeft het in ieder geval zin om op je strepen te gaan staan en bereid te zijn te vertrekken. Al die andere momenten, er zijn geen momenten bij het WSW geweest, echt in die hele 12 jaar, er zijn geen momenten geweest waar het duidelijk was dat of er iets met integriteit was, of dat men een verkeerde richting in ging. En dat ik allerlei dingen niet wist, die ik nou wel weet, dat wist ik toen niet dat ik ze niet wist. En iets wat je niet weet, dat je niet weet, daar kun je moeilijk voor aftreden. We komen zo nog over fusiedrang in de sector. Naast het WSW is er het Centraal Fonds. Die kijken allebei naar de sector, letten allebei vanuit een bepaalde invalshoek op de financiën. Kunt u iets vertellen over de samenwerking met het Centraal Fonds? En of daar botsingen plaatsvonden tussen deze twee organisaties? Ja, ik heb zelf geen persoonlijke ervaring daar natuurlijk mee. Voorzitter van de Raad van Commissarissen Marcel van Dam, de directie, ongetwijfeld hebben allerlei persoonlijke ervaringen. Er zijn twee, toch in mijn bewoording, toezichthouders. Hè? Waarbij anderen zeggen, Centraal Fonds is toezichthouder en WSW is de hoeder van de borgen, of hoe het ook mag heten. Maar je hebt twee toezichthouders die allebei signalen oppikken over de sector en allebei dus eigenlijk informatie optimaal moeten delen en optimaal scherp moeten zijn, ja. Omdat ze met z'n tweeën meer kunnen zijn dan alleen. Ja, dat klinkt heel logisch. Ja. Op het moment dat je dan gaat dit misschien vaak goed. Laten we eerlijk zijn, hè? We houden geen parlementaire enquêtes over dingen die goed gaan. Ja? Dus alles wat goed gaat in de samenwerking tussen Centraal Fonds en WSW zal hier niet aan de orde komen. Alles wat misgaat, komt hier aan de orde. Het zij zo. Ja? Even een procesmatige opmerking, meneer Boot. Ja? Ons onderzoek loopt. Ja. Ons eindrapport komt nog. Ja. We gaan alle actoren beschrijven. Ja. Ik heb ook al eerder gezegd, we hebben corporaties bezocht. Ja. Die het goed doen om al het andere in het juiste perspectief te kunnen plaatsen. Nee, heel goed. Nee, heel goed. Die conclusie van u is te snel. Nee, zijn sorry. Niet alleen snel. Hij is misschien ook wat flauw. Maar het is natuurlijk een krachtenveld waar jullie ook mee worstelen. Ja? Want de maatschappelijke druk is natuurlijk om misstanden te bespreken. En niet te redeneren vanuit hetgeen wat goed gaat. Dat is nu helemaal. Maar nogmaals. Zeker kort door de bocht. Dat is zacht uitgedrukt. Twee toezichthouders, informatieuitwisseling cruciaal, tijdelijk signaal oppikken cruciaal. Maar je hebt twee organisaties. En twee organisaties met hun eigen ego, hun eigen belangen in het bestel, hun eigen visie op de toekomst. Dat wringt dus. Dat zal ongetwijfeld wringen. En dat zal ongetwijfeld geleid hebben tot momenten dat er pseudo-conflicten zijn. Er zijn geen echte conflicten geweest. Maar er zijn ongetwijfeld momenten geweest waarbij je elkaar had kunnen helpen. En door je eigen tunnelvisie de anderen niet voldoende geholpen hebt. Of door je eigen belang niet zag dat je de anderen moest helpen. Die momenten zullen ongetwijfeld geweest zijn. Ik heb geen persoonlijke ervaring met een moment waarop dat gespeeld heeft. Maar heeft hij als
als lid van de Raad van Commissaris wel eens bedacht, hey, misschien moet mijn organisatie beter samenwerken met het Centraal Fonds, bijvoorbeeld op het gebied van informatieuitwisseling? Ja, ja, maar dat is ook regelmatig aan de orde geweest. Dat is regelmatig aan de orde geweest. Daar zijn samenwerkingsovereenkomsten. Er zijn naadloze aansluitingen. Dat is een hele mooie woord voor iets wat natuurlijk nooit naadloos is. Een naadloze aansluiting. Mm-hmm. Dat zijn een soort protocollen daarvoor. Het doet iets lijken op voor de financiële crisis. Waar er allerlei samenwerkingsovereenkomsten tussen de toezichthouders in Europa op de bankaire sector. En die werkten perfect totdat er een crisis was. Dus toen je ze nodig had, werkten ze niet. Dus op papier werkten ze. En wie had de sterkste positie in dat krachtenveld van die twee toezichthouders? Dat is lastig te zeggen. Dat is absoluut lastig te zeggen. Want dat komt dan misschien toch weer even af. Hangt weer duidelijk van personen af. Hè? Dus als je een vraag stelt, is het belangrijk om een voormalig minister als voorzitter raad van commissaris te hebben. Ik denk dat je een sterke positie geeft in het krachtenveld. Maar tegelijkertijd speelt hier misschien de eerdere punt van WSW privaatrechtelijk. Ja. Centraal Fonds misschien meer ingangen bij rechtstreekse ingangen bij het ministerie. Dus ik kan het niet inschatten. We hebben hier iemand gehad die heeft gezegd, het WSW is eigenlijk de machtigste, want die geeft wel of geen borg. Centraal, dus eigenlijk zat hij bij de machtigste toezichthouder. Ik denk niet dat het zou kunnen, want ik kan niet beoordelen. Ik denk niet dat gespeeld heeft op enig moment, want je zou bijna willen dat het wel gespeeld had, dat het WSW het feit dat zij de borgingen deed zag als een machtswapen en dreigde dat niet te doen, daar misbruik van zou gaan maken. Nee, het is niet zozeer dat het dreigen is met een machtswapen, maar we hebben iemand gehad die zei, ja, eigenlijk de machtigste toezichthouder is het WSW, want dat heeft een instrument, wel of geen borg. Het Centraal Fonds had niet veel instrumenten, werd gezegd. Er speelt een algemeen, maar nu duidt hij op een algemeen probleem in de sector. Inderdaad, het WSW heeft een instrument wel of geen borging. Kan er in ieder geval mee trachten iets te doen. Er is in de sector geen enkel middel, behalve het ingrijpen van de minister, in wezen, om werkelijk een corporatie aan te pakken. Als er sanering is, heeft het Centraal Fonds een rol. Hè? Dan moet je eerst in het gat gevallen zijn en dan heeft het Centraal Fonds een rol. Maar het is een beetje jammer dat je eerst in het gat moet vallen voordat je als Centraal Fonds een rol hebt. Je zou een rol willen hebben voordat die corporatie in het gat valt. En die rol is onvoldoende ingevuld. In die betekenis heeft het WSW dan in ieder geval een instrument dat ze de borging kan tegenhouden. Maar een instrument wat helemaal ontbreekt is niet zozeer die incidenten waar we het hier over hebben. Het zijn alle normale investeringsbeslissingen die gemaakt worden door de corporatiesector. Al die normale beslissingen, zijn dat goede beslissingen? Ongetwijfeld zijn er heel veel geen goede beslissingen. Daar wordt allemaal geld mee weggegooid. En dus het invulling geven aan je maatschappelijke rol als corporatie en je maatschappelijk kapitaal optimaal gebruiken om invulling te geven aan die maatschappelijke rol, daar is eigenlijk helemaal geen toezicht op. En ja, daarvoor hebben we die sector toch. Dus we hebben eigenlijk toezichthouders voor corporaties die in het gat vallen, maar we hebben geen toezichthouder eigenlijk voor corporaties die niet in het gat vallen. Terwijl je onder normale omstandigheden wil je toch ook dat er toezicht is. Dan naar fusies. U had het er al over. U heeft in het Edis Magazine van januari 2013 er iets over gezegd. En u refereerde er net eigenlijk al aan. Onder leiding van bestuurders die aan grootheidswaanzin leden en onvoldoende werden gecontroleerd, fuseerden corporaties tot een omvang van meer dan 80.000 woningen. Ja. Wat is er eigenlijk mis mee? Want het kan leiden tot schaalvoordelen. Hè? Nee, er is absoluut geen sprake van schaalvoordelen. Op het moment dat je boven... Ik denk zelfs, als je echte schaalvoordelen... Want schaalvoordelen zijn niet de schaalvoordelen die je bij een glas wijn kunt bedenken. Schaalvoordelen zijn de voordelen die je werkelijk kunt halen in een grotere organisatie, waarbij je dus ook alle inefficiënties hebt afgetrokken. Hè? Want die grote organisatie heeft alle inefficiënties. Ik denk dat het buitengewoon ingewikkeld is om hard te maken dat efficiëntievoordelen boven 10.000 woningen te bereiken zijn. Dus wat mij betreft level die grens maximaal op 10.000. De enige reden waarom corporaties groter willen worden, ik kan niet zeggen de enige reden, of er zijn twee redenen. Eén is het macht. Hoe groter, hoe meer macht. Ze kunnen niet om je heen. Dat betekent dus dat je je eigen toezicht onderuit aan het halen bent. Hè? Mm-hmm. Want macht betekent dat je niet meer onder toezicht staat. Heeft u gezegd, zin, ja. Dat is één. Tweede is, als je groter bent,
ben je een hele interessante partij voor allerlei projectontwikkelingsachtige gebeuren. De KEI had zijn eigen projectontwikkelaar, de principaal. En wat vonden die mensen mooier dan projecten doen samen met commerciële partijen? En dan begrijpt u wel wat er gebeurt. De commerciële partijen gaan met de winsten vandoor. En de risico's liggen bij de corporatie. Maar door groter te zijn, kon je je eigen projectontwikkelaar in de lucht houden. Werd je gezien als een hele attractieve partij. Ook voor commerciële partijen, et cetera. Een verkeerd argument dus. In dat interview zegt u ook dat als oorzaak voor de problemen in de sector dat de leencapaciteit voor corporaties voor de crisis enorm was, waardoor ze makkelijk veel geld konden aantrekken. En er was geen mechanisme om ze af te remmen, waardoor ze veel speelruimte kregen om tal van projecten op te pakken. Ja, wie had ze eigenlijk af moeten remmen? Dit is het maatschappelijk kapitaal. Ja, dus? En dat betekent dat je een sector wil hebben waarbij er toezicht is op wat er in hemelsnaam gebeurt, hoeveel er geleend wordt, niet of je erdoor omvalt. Want die geweldige groeispurt van corporaties en dat macho gedrag, dat waren corporaties die financieel gezond waren. Dus die waren niet in de problemen bij WSW, die waren niet in de problemen bij het Centraal Fonds. Het is maatschappelijk kapitaal. Je wilt toch niet dat een lokale corporatiedirecteur met maatschappelijk kapitaal zichzelf op een pedestal kan zetten? Nee. Van, kijk mij eens even. Stel, we zouden het eens zijn. Nee, ik kan niet vooruitlopen op conclusies. Ja. Hoe rem je ze dan af? Heel concreet. Nou, heel concreet is dat de missie, de doelstelling van die coöperatiesector, die moet verengd worden. Mm-hmm. En dat is heel jammer voor die bredere maatschappelijke opgave waar je prachtig bij een glas wijn over kunt filosoferen. Daar valt geen controle op uit. Een engere doelstelling van de coöperatiesector. Dan kom je er ogenblikkelijk achter dat die minstens 3 keer te groot is. En dat betekent dus dat even heel kort door de bocht, die 2,4 miljoen huurwoningen, daar kunnen 1,5 miljoen kunnen naar de private sector. Dat is ook precies wat we nodig hebben, want we hebben private huurwoningen nodig. Mensen kunnen op een 25 jaar geen huis meer kopen, dat willen we niet meer, die hele gekte van huizen kopen. Dus je wil een commerciële huursector hebben. Dus dat is heel mooi, die 1,5 miljoen woningen die uit die corporatiesector gaan, commerciële huurmarkt. Dus je maakt de sector kleiner. En dan is de grote vraag, hoe krijg je, want het zijn privaatrechtelijke instellingen, hoe krijg je het geld? Want je kunt geld uit de sector. Dat is, en daar zul je slimme dingen moeten gaan bedenken, om het geld uit de sector te krijgen. En generieke belastingen, maatregelen, dat is natuurlijk veel te ruw. Een veel te ruw instrument. Want dat geld zit niet gelijk verdeeld over corporaties, wat een soort belastinginstrument suggereert. Ik zal mij niet populair maken en zeker niet in die sector. Maar ik onderbreek u even. Ik kom zo op die onbegrensde rijkdom. Maar nog even terug naar het waarborgfonds. Ja, die hadden natuurlijk ook kunnen zeggen, wij gaan terughoudend om met het borgen van leningen. Dan haal je ook geld uit de sector en rem je ze ook af. Maar dan ben je beleid aan het maken. Want je bent niet de borgingsruimte aan het beperken. Omdat men die niet heeft. Men heeft die borgingsruimte wel. Dus je kunt, even aannemen dat WSW zijn werk doet. Hè? Je kunt verantwoord die financiering ter beschikking stellen. En u zegt, en terecht op zichzelf. U zegt, nou, er is veel te veel borgingsruimte ter beschikking gesteld. Mm-hmm. Dat had nooit moeten gebeuren. Maar dat is overheidsbeleid. Dan moet je de BBSH, de wetgeving, veranderen. Dan moet je die sector veranderen. Dan zegt u, WSW was een uitvoerder van het beleid. En niet de beleidsmaker. En daarom... Ja, je wil niet dat WSW de beleidsmaker is. WSW verstrekt borgingsruimte zodat het financieel verantwoord is. En zet een rem als het niet meer financieel verantwoord is. WSW is geen toezichthouder op maatschappelijke meerwaarde. En die toezichthouder op maatschappelijke meerwaarde, die natuurlijk cruciaal is in deze sector, ontbreekt. Dan naar die onbegrensde rijkdom. Is dat wat u zegt? De sector is te rijk? Voor de crisis. De bomen groeiden tot in de hemel. Dat had natuurlijk ook te maken met onroerend goed, wat alleen maar meer werd in waarde. En dat werd alleen maar meer in waarde naarmate er weer meer gekocht werd, meer geïnvesteerd werd, et cetera. Ja. Het was één groot circus. En wat zijn de risico's van rijkdom in de sector? Nou, risico's met onroerend goed, dat weten we. De huizenbubbel, elke grote economische crisis wordt veroorzaakt door huizenbubbels. Dus op zich weten we ook dat onroerend goed, transacties, altijd leidt, of heel vaak leidt, tot corruptie. Dat is dus eigenlijk erg meegevallen, glas half vol, half leeg, erg meegevallen in de corporatiesector. Maar onroerend goed transacties normaal gesproken leiden tot corruptie, transacties. Je kent een piece of the action, jezelf toe-eigenen. Maar het derde is het feit dat je in de opgang, dit was 2005, pak even 2005. Mm-hmm. Je bent allemaal aan het investeren. Je creëert een, on,
die investeringen zijn niet optimaal. Je bent allerlei dingen aan het bedenken, hotels aan het ontwikkelen en wie weet wat. Dat is op zich niet optimaal. En je bent ook nog eens de economie, even vanuit een macro-perspectief, de economie over de kling aan het jagen. Want de economische groei voor de crisis in Nederland was ongelooflijk hoog, omdat er veel te veel uitgaven waren gebaseerd op schuldfinanciering. En dat deden corporaties aan mee. We hadden de corporaties willen hebben nu. Dat zij als overheid, dicht bij de overheid, behoudend optreden in de opgang. Commerciële partijen zijn altijd heel enthousiast. Maar als corporatiesector wil je eigenlijk dat je terughoudend bent. Helder. In een booming economische tijd. En dan kun je in een slechte tijd kun je verzorgen voor een vangnet. Dat de investeringen in de volkshuisvesting op peil blijven. Nou, de corporaties hebben net zo hard met de boom meegedaan als de commerciële partijen. En hebben dus nu geen ruimte. Helder. En dan had hij het over wat je wel en niet moet doen om die rijkdom eventueel... Ja, te voorkomen af te romen. U zei, ik geloof, dat belasting had u het over, of een heffing? Kijk, belasting is natuurlijk meest voor de hand liggend, dat je door middel van belastingen uit die sector haalt. En dat gebeurt, althans de eerste stappen zijn gezet. Maar het is een al ruw instrument. Generieke belasting betekent dat je alle corporaties, ongeacht rijkdom en relatief overrijkdom, gelijk treft. Je moet in ieder geval beginnen met het definiëren van een nieuwe doelstelling. Van de corporatiesector. Want je moet een sector erbij, omvang van een sector erbij verzinnen, die past bij die nieuwe engere doelstelling. En vervolgens is de vraag hoe je die privaatrechtelijk georganiseerde, maar in wezen semi-overheidsinstellingen, hoe je die zover krijgt dat die sector omgetoverd wordt tot die nieuwe realiteit, waar uiteindelijk de hele sector 1/3 van de omvang is zoals die nu is. Hoe doe je dat? Als je dat zou willen. De overheid heeft middelen en ik heb u het belastingmiddel genoemd. Dat is geen ideaal middel. De overheid kan zijn creativiteit gebruiken om te kijken hoe die corporatiesector op andere manieren kleiner kan worden. Ik zou willen waken voor de makkelijke oplossing. En de makkelijke oplossing is de corporatiesector taken te geven in andere sectoren om op die manier geld uit de woningcorporatiesector bij de zorgsector te krijgen. Want dat is natuurlijk een valkuil waar de overheid mogelijk in gaat vallen. Van we kunnen niet bij het geld, maar laten we ze nou aanmoedigen om het geld te verplaatsen naar de zorgsector, want daar hebben we geld nodig. Dan creëer je een nieuw governance probleem. Want het governance in de gaten houden van een woningcorporatie is al ingewikkeld. Maar de governance in de gaten houden van een woonzorgcorporatie is nog ingewikkelder. Dus ik zou de overheid willen dat ze in ieder geval waakt voor op de oplossingen die het paard achter de wagen spant. Wat vindt u van oplossingen die worden gezocht bij versterking van het interne toezicht en het externe toezicht? Zijn dat de oplossingen? Moet ongetwijfeld gebeuren. Toezichthouders meer rol vast, et cetera. Ongetwijfeld. Toezicht op maatschappelijke besteding van gelden. Ongetwijfeld. Het is niet de oplossing. Nee? Het is niet de oplossing dat het helpt, maar het is niet de oplossing voor het probleem waar de sector voor staat. Dus als we de illusie hebben dat betere raad van commissarissen, dat de oplossing gaat zijn, nee. Vindt het proper test voor een raad van commissarissen? Mag van mij. Absoluut. De Nederlandse Bank doet dat tegenwoordig. Ik ben net gelukkig door een test gekomen. Dat ging over de financiële sector. Dat mag, maar je bent als commissaris, ben je buitenstaander als commissaris. Hoeveel dagen je er ook aan besteedt, ben je buitenstaander. Als die corporatie een veel te brede doelstelling heeft, dan is er altijd een verhaal waarom geld naar links of rechts gaat. En als commissaris ben je afhankelijk van informatie uit die organisatie die plausibel klinkt. En je bent er altijd te laat bij, want je bent een buitenstaander. Dus het terugbrengen van de missie van corporaties, van de doelstelling, dat helpt. Want op een engere doelstelling toezicht houden is makkelijker. Dus dat is het eerste wat je moet doen. En als je dat gedaan hebt, kun je meer vertrouwen hebben in de governance structuur. En dan ben ik er helemaal voor dat je gaat bedenken hoe je de professionaliteit van raden van commissarissen vergroot. Dank. Meneer Groot heeft ook nog een aanvullende vraag. Ja, nog een klein aanvullend puntje. U hebt het gehad over het ontbreken van een inhoudelijk volkshuisvestelijk toezicht. Het belangrijkste moet komen, nou, dat hebben we echt verstaan, van een eng taakgebied. Maar maakt het nou nog een materieel verschil in uw optiek of je het toezicht onderbrengt bij het CFV of dat je dat binnen het ministerie haalt? Is dat ook cosmetische verandering? Of maakt het wel degelijk een verschil bij dat onafhankelijke toezicht belegt? Ja, kijk wat je wil. Ik denk dat de NZA, het is altijd goed om naar een andere sector te kijken.
NZA met, in de zorg op zich een goed voorbeeld is. Toezicht op de zorg in het ministerie, om nou te zeggen dat dat een verbetering was geweest ten opzichte van de problemen die de NZA nu heeft. Ik denk dat we toch genegen zijn als we het toezicht in het ministerie allemaal leggen. Dat leidt tot verwatering, omdat er allerlei overwegingen spelen in het ministerie. Dus dat je een expliciete toezichthouder creëert. Met één doelstelling, een rolvaste doelstelling. En dat creëert een soort frictie. Dat creëert een soort frictie en dat houdt iedereen scherp. Dus als iedereen rolvast is, dan creëer je fricties, hou je iedereen scherp. En die fricties kun je alleen maar creëren door afstanden te creëren. En dat betekent dat je het niet in het ministerie moet leggen. Dat is een helder antwoord, dank. Meneer Boot. We komen aan het einde van het openbaar verhoor. We hebben veelvuldig gesproken over raden van commissarissen bij woningcorporaties. En dat die het niet altijd goed doen daar waar er zich incidenten voordoen. Misschien ook wel bij andere commissarissen. Juist, bij andere. Juist, bij andere, ja. Dan maak ik met u even de doorsteek naar het WSW als instituut. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Dat heeft zelf ook een raad van commissarissen. U was daar 12 volle jaren lid van. Dus we gaan nog één keer met u kijken naar de raad van commissarissen van het WSW. Dat moet toezicht houden op het WSW. En het meest gehoorde woord voor mij in dit openbaar verhoor, dat is het woord zompig. Dat heeft u heel vaak gebruikt. Zompig, ja, zompig. Nou, zompig, hè, dat vul ik dan nu even aan met moeras. Zompig moeras, dat hoort nogal bij elkaar. U was 12 jaar, liep u dan als lid van die raad van commissarissen in dat zompige moeras. En dat zoog aan uw benen, dat moeras. En uiteindelijk bent u in dat moeras blijven ronddolen en op de bodem van het moeras lag al het huurdersgeld van Vestia. Dus wat is nou uw verantwoordelijkheid langjarig als commissaris voor het totale functioneren van dit zo belangrijke borgingsinstituut dat allerlei rollen heeft gehad? Uw eigen invulling als commissaris. Ja, snap het. Mijn opmerking over zompig hoort inderdaad bij moeras, zompig moeras, gaat over de hele sector. Ja, het gaat over de hele sector. Zo zit de sector in elkaar. Men komt elkaar tegen, et cetera. Geen rolvastheid in die hele sector, et cetera. Ja? Dus het gaat over de hele sector. WSW heeft de rol van borging. En die rol van borging heeft zij getracht invulling te geven. En wat blijkt uit forensisch onderzoek en wie weet wat, is dat er op allerlei momenten toch een veel te vriendelijke houding is, om het maar even zo te formuleren, naar de sector. Dat die problemen komen, die worden niet benoemd in de Raad van Commissarissen, omdat die pas naar boven komen op het moment dat er een probleem is. Als je daar de organisatie mee confronteert, vragen over stelt, dan wordt dat natuurlijk ontkend. Er wordt gezegd dat er allerlei checks en balances zijn. En die zijn er op zichzelf ook, maar checks en balances werken alleen als je ook naleeft. Dus als er geen incident is en die woningcorporatiesector was zo rijk dat er eigenlijk als borg, totdat de financiële crisis uitbrak, er nooit een probleem was. Er was altijd geld. Dus de enige problemen die je ooit met een corporatie eigenlijk had als borg was dat er integriteitsproblemen waren. Als er iemand letterlijk ergens in de Maserati ging rijden, ja, dan leidt het probleem. Maar wij als Raad van Commissarissen van de WSW gaan niet over de Maserati van de Rosjedaal. Ja, het is onbegrijpelijk dat kan, maar goed, het is gebeurd. Dus de organisatie als commissaris functioneert. Die organisatie in alle communicatie die je krijgt functioneert. Er zitten integere bestuurders. Je kunt één ding zeggen, de bestuurders die het WSW gehad had en heeft, zijn integer. Er zitten integere bestuurders. Er zijn geen problemen in die sector waar het WSW voor staat. En dat betekent dat problemen zich onderhuids, gebrek aan scherpte, kunnen zich opbouwen. Die kunnen zich opbouwen. En dat is in die hele sector, in WSW gebeurd, in die hele sector gebeurd. Hoe je als commissaris toezichthouders op scherp kunt houden als er geen probleem is, is heel lastig. Ja, dus de organisatie, WSW als toezichthouder, op scherp kunt houden als er geen probleem is. Wat je dan ziet is dat je door incidenten gedreven wordt. En even los van de incidenten bij woningcoöperatie, zijn er twee momenten geweest wat ik als grote incidenten beschouw bij WSW. Twee. Eerste grote incident was dat op een gegeven moment de organisatiestructuur van WSW veranderd is. Door middel van informatietechnologie kon het veel efficiënter worden ingericht. Daar was ook een tweede bestuurder voor aangetrokken om dat helemaal te begeleiden. Het had veel te maken met ICT, informatietechnologie.
Die omschakeling is heel soepel gegaan, wat heel verrassend is, want de meeste ICT-projecten leiden tot de grootste chaos. Die is perfect gegaan. Als commissaris hebben we er ook bovenop gezeten. ICT-project, jongens, we hebben er genoeg gezien die falen. We hebben het over 2006, rond 2006. Dat project is perfect gegaan. Wat bleek op dat moment? Dat we ongeveer met de helft van de mensen toe konden. Akkoord, maar... Maar wat is dat één? Dat is één. Want ik kom er daar op terug. Dat is één. Het andere was dat die controllerswijziging, waar ik toen straks over had, integriteitsprobleem, controller moest weg en we krijgen een nieuwe controller. Toen bleek dat de organisatie heel veel van de nieuwe systemen niet gebruikte. En dus eigenlijk checks en balances niet gebruikte die ze wel hadden moeten gebruiken. Dat bericht kregen wij pas nadat we de controle hadden gewijzigd. Die informatie was niet bij de Raad van Commissarissen gekomen. Dus bij mijn afscheid heb ik op dat punt twee opmerkingen gemaakt. Eén, bizar dat we opeens met de helft van de mensen toe konden. Want ik was toen al 5 jaar toezichthouder daar. En opeens kun je met de helft van de mensen toe. De les is waarschijnlijk dat we er niet konden, trouwens, achteraf, hè, laat eerlijk zijn. En het andere is dat een organisatie schijnbaar kan functioneren zonder dat iemand aan de bel trekt en dat je een incident nodig hebt voordat... Kunnen u zich voorstellen, meneer Boot, dat onze commissie, als we dat bij veel corporaties horen, dat commissarissen zeggen, ik wist het niet. En eigenlijk, u zegt dat grotendeels voor de commissarissen bij het WSW ook, ik wist het niet, dat wel een onbevredigend gevoel achterlaat. Oh, verschrikkelijk. Rampzalig. Maar dit is precies waarom ik zo waarschuw tegen de suggestie. Tegen de suggestie dat het versterken van de raden van commissarissen is de oplossing. Ja. Het is ongetwijfeld iets wat je moet doen. Daar gaan we nader naar kijken, meneer Boot. Ik denk dat het beeld helemaal duidelijk is. En we zijn aan het einde van het openbaar verhoor. Dus ik sluit de vergadering. Dank u zeer. Dank.